Zou iedereen zijn haar dan wel zijn positie in willen nemen? Ik wou graag starten met de oriënterende ronde. Goed. Dan gaan we over tot het vaststellen van de agenda. We gaan de agenda een klein beetje omgooien. We gaan eerst beginnen met vaststellen van de agenda, maar daar ben ik dus nu mee bezig. Het spreekrecht, dat plaatsen we even naar punt 5. En we beginnen eerst even met het beeldend gemeentelijk rioleringsplan. En daarna gaan we verder met, met het onderwijsverhaal. Ja. Oké, wie kan even kijken? Er komt eerst een inleiding van de heer Van de Wetering. Mag die op de presentatie? Ja, dank u wel, voorzitter. Het beeldend rioleringsplan. Maar dat gaat iets niet goed. De laptop. Ja, daar staat hij. Zoals daar achter mij ook al aangegeven staat, 843 kilometer riolering hebben wij in de gemeente Hardenberg, ruim 26.000 aansluitingen en één website. Eén beeldend gemeentelijk rioleringsplan. En waarom nou zo'n beeldend gemeentelijk rioleringsplan? Nou, als gemeente Hardenberg willen wij onze inwoners graag uitleggen waar we mee bezig zijn en waar we voor staan, ook als het gaat om de zorg voor riolering en water. En waar kun je dat nou beter in doen dan zo'n beleidsplan over riolering, wat nu aan de orde is? Ik weet niet als u het vorige gemeentelijke rioleringsplan wel eens hebt gezien, 4 jaar geleden vastgesteld. Dat is best een behoorlijk boekwerk van een pagina of 40. Voor ambtenaren, beleidsmedewerkers en ook u als raad waarschijnlijk nog wel te begrijpen. Maar als je dat aan de gemiddelde inwoner laat lezen, dan haakt hij waarschijnlijk na 4, 5 pagina's af. Dan snapt hij niet meer waar het over gaat. Dan hebben we gezegd van ja, een nieuwe gemeentelijke rioleringsplan moet het anders doen. Op een hedendaagse manier. Nou moet er wat gebeuren. En ook denkend vanuit de inwoner. En ook op een beeldende manier. Zeg maar, mensen die denken niet in lappe tekst, maar die denken in beelden. Ze hebben gezegd van als we dat nou dichter bij de inwoner willen brengen, dan moeten we dat volledig anders aanvliegen dan we dat 4 jaar geleden hebben gedaan. Dus vandaar een beeldend gemeentelijk rioleringsplan. En hoe doe je dat dan? Hè? Klinkt wel leuk, beeldend gemiddeld rioleringsplan naar de inwoner brengen, maar hoe steek je dat dan praktisch aan de vork? Nou, dat hebben wij ons op het gemeentehuis ook afgevraagd. Ja, mensen die lezen geen dikke rapporten meer, maar als mensen informatie willen over een of ander onderwerp, dan gaan ze naar internet. En dat moet ook allemaal hartstikke snel, zeg maar. U kent wel de reclames van internet, het moet snel, sneller, snel. Ook glasvezel in het buitengebied ook niet voor niks. We zijn dus weer te denken van hoe lang zitten mensen nou op gemiddeld op één internetpagina? Nou, het schijnt als je aan het internet bent, zit je gemiddeld maar 10 seconden op één pagina. En dan ga je alweer naar de volgende. Dus als je je beleid over riolering op een internetachtige manier wilt ontsluiten, dan stelt dat best wel hoge eisen aan van hoe bouw je nou zo'n website op. Dat moet je heel anders doen dan zo'n traditioneel plan. En met dat in het achterhoofd zijn wij aan de gang gegaan met een beeldend rioleringsplan. Denkend vanuit de inwoners, van hoe kunnen wij de inwoner nou vertellen van hoe zit onze zorg voor riolering en water in elkaar. Ja, voor techneuten als mij best een hele opgave, maar we denken toch dat we iets hebben neer kunnen zetten. En dit is het dan geworden. Hier ziet u de homepagina van ons beeldend gemeentelijk rioleringsplan. En mag die nou over naar de iPad? Ja, daar staat hij. Het was een beetje knutselen om het hier ook op het scherm te krijgen, maar het is toch gelukt. Zo'n beeldend rioleringsplan, hoe zit dat in elkaar? Ik ga even over naar de homepage. Nou, hier staat hij dan. Gemeentelijk rioleringsplan Hardenberg, nog in concept uiteraard, maar als u als raad over 14 dagen besluit om daarmee in te stemmen, dan komt er uiteraard definitief te staan. Nou, zo'n homepagina die moet alle informatie bevatten die die burgers, inwoners heel snel willen opzoeken en waarvan wij ook zeggen van nou ja, dat moet je heel snel kunnen vinden. Dat staat dus op zo'n homepagina. Nou ja, wat staat er allemaal op dan? Ja, eerst dan wat is een gemeentelijk rioleringsplan, waarvoor maken we het?
dat je bewust met water om moet gaan. Water iets kostbaars, want daar proberen wij als gemeente bewust bij om te gaan. Nou, wij vragen dat van de burgers ook, of van de inwoners. Nou, waarom is er dan riolering? En dan kun je, nou, dat is het voordeel van een internetachtige omgeving. Dan kun je weer doorklikken en heel snel wat extra informatie verzamelen. Een aantal icoontjes waar je heel snel naar allerlei informatie kunt voor inwoners, bedrijven, klimaatverandering uiteraard. Er staat het een en ander op over de waterketen noordelijke vechtstromen. Dat heeft u ook in het raadsvoorstel kunnen lezen. Van, wij werken als gemeente Hardenberg nauw samen met de andere partners uit de waterketen. En bijvoorbeeld het waterschap, de drinkwaterbedrijven en dit gemiddelde rioleringsplan is onder andere het resultaat van die samenwerking. Wat kunt u dan zelf doen als inwoner? Een aantal dingen. En ook wel aardig, nieuwsberichten. We hebben bijvoorbeeld een nieuwsberichtje helemaal onder de pagina gezet van ja, u beugt zich als raad vanavond over dit gemiddelde rioleringsplan. Dus dat is wat op de homepagina te vinden is. Dan zie je daar bovenin, ja, dat noemen ze in de internetwereld noemen ze dan een lint met de onderwerpen van de website. Water, riolering, plattegrond en een aantal dingen. Stel, u wilt wat meer weten over, bedrijven. Dan klik je, inwoners. Het duurt even. Maar dan komen daar al een aantal onderwerpen aan de orde die voor inwoners belangrijk, interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld, samen doen. Je kunt als gemeente het niet helemaal alleen. Je hebt de inwoners bij je nodig. Je moet het met z'n allen doen. Een aantal hele praktische tips, bijvoorbeeld over het voorkomen van overlast. Wat kun je in huis doen? Wat mag er wel en niet in het riool? En dat is dan het aardige van als je een website gebouwd hebt. Je kunt heel makkelijk doorklikken naar andere websites. Van wat mogen we wel en niet in het riool? Er zijn hartstikke mooie websites voor. Nou, daar kun je heel makkelijk even naar doorklikken. Ook wel een leuk weetje. Stel je wilt iets meer weten over water, met name zwemwater. Klik je door naar zwemwater. En dan krijg je een overzicht van alle locaties met zwemwater in onze gemeente, die dan ook worden gecontroleerd door de provincie. En als je dan wilt weten wat de actuele kwaliteit van het zwemwater is, klik je door naar die site die erover gaat. En dan kun je zo nagaan wat de zwemwaterkwaliteit van bijvoorbeeld de Oldemeyer is. Klik weer even terug. Zoals ik al zei, dit is informatie die zoveel mogelijk toegankelijk is gemaakt voor onze inwoners. Onze inwoners moeten dat allemaal kunnen begrijpen. Dat is op zich te doen, totdat je bij het onderwerp beleid komt. Dan wordt het allemaal toch wat ingewikkelder. Heb je met zaken te maken als... verkeerde knop volgens mij. Dat is wat hardnekkig. Ja, ik denk het, ja. Even zo. Ja, uiteindelijk kom je dan toch. Dan heb je te maken met wet en regelgeving, dat soort dingen. Dat is wat minder toegankelijke informatie. Maar ja, het is wettelijk verplicht om het wel in zo'n plan te zetten. Dus het moet er wel op. Dus in die reden hebben we het er wel ingezet. En ook het beleid van onze gemeente voor de komende 4 jaar staat daar bijvoorbeeld op, het voorgenomen beleid. Als je daarop klikt, dan krijg je de hoofdlijnen uit het raadsvoorstel zoals dat nu ook voor ligt. En je kunt ook doorklikken naar het raadsvoorstel zelf. Zoals u dat ook in de digitale postbak heeft gekregen. En dan een laatste. Bij inwoners nog een keer. Contact is dat. Nou, je wilt toch iets meer weten. Je wilt een afspraak op het gemeentehuis maken. Nou, zoals u weet, dat kan alleen digitaal hier zo. Dan is er ook een link opgenomen. Dan ga je gelijk door naar de website van de gemeente Hardenberg en dan kun je een afspraak maken. Dus dat is heel in het kort een nadere toelichting op het beeldend gemiddelde rioleringsplan. Dank u wel voor deze heldere toelichting op de website. Voorzitter. Gaan we nu over voorzitter, naar... mag ik nog even vragen? Ik vond de homepage vond ik erg mooi. Want als je dus jaren aan het Overijsselskanaal hebt gewoond, en je ziet dan dat het rioleringsplan en je krijgt een foto van het Overijsselskanaal, dan denk je van de hele gemeente Hardenberg pleurt als een riool in het Overijsselskanaal. Ik zou voor een andere homepage kiezen. Wat is uw vraag? Voorzitter, ik ben tegen, want het is Bergentijn, maar heb ik toch iets mee. U snapt mijn vraag niet. Ik vind dit een geweldig mooi plaatje, alleen het gemeentelijk rioleringsplan. En dan denk je van, alle riolering die vliegt zo linea recta door het Overijsselskanaal. Dat
vond ik wel een leuke. Nou, dank Joe, u wel voor wat u ermee doet. De bijdrage gaan we over naar het volgende agenda. Voorzitter, mag ik even één vraag stellen? Ja, natuurlijk. Ja, het gaat dus met name om, is dit nu een vraag uit de bevolking die echt bij de gemeente binnenkwam van maak eens een website en laat ons nou eens even zien hoe de riolering in Hardenberg werkt? Of is het puur eenzijdig aanbod gestuurd? Die wordt door de wethouder straks beantwoord. Ja. Ja, wat gaan we met dit voorstel doen? Ja, mevrouw? Nou ja, dan stel ik hem toch maar met waarschijnlijk het risico dat dan de wethouder deze vraag ook gaat beantwoorden. Maar in het raadsvoorstel staat 1. In te stemmen met het beeldend, met het rioleringsplan, bla bla bla, met het bijbehorende kostendekkingsplan. U zei als wij akkoord gaan, dan gaat dit online. Als we niet akkoord gaan, dan niet. Is dat wat u net mee begon? Dat klopt, ja. Dus nou zijn er al kosten geweest en als wij niet akkoord gaan, dan gebruiken we het niet. Daar komt het dan ook op neer, zeg maar. Ik hoor het graag van de wethouder. De vraag is, ik denk dat dit ook een vraag is voor de wethouder. En ik denk dat we wat dat betreft even een tweede termijn in moeten gaan. Ik wou u hartstikke bedanken voor uw bijdrage. Even kijken en inventariseren wie er verder nog meer vragen had voor de tweede termijn. Meneer Nijhoff. Ja, we gaan. Nee, we gaan nu doen. Dat was meneer Nijhoff, meneer Mulder, mevrouw Van Hoek, Roermond en Klokbas. Oké. Meneer Nijhoff. Ja, ik ben een beetje in verwarring door de volgorde die u hanteert, voorzitter. Maar ik had een aantal vragen over het beeldend rioleringsplan, het gemeentelijk rioleringsplan. En met name over dat er per jaar een extra krediet wordt gevraagd van 500.000 euro om het riolerings- en watersysteem klimaatrobuust te maken. Onze vraag is, waarop is deze 500.000 gebaseerd? U schrijft in dat u inzicht in het systeem krijgt en maatregelen uit kunt voeren. Wij vragen naar een concretere onderbouwing van het bedrag. En het lijkt ons aannemelijk dat u ons die kunt geven aangezien 2018, en daar geldt de eerste 500.000 al voor, hier is over 3 maanden al aan de orde. Verder hebben we een technische vraag gesteld over de BTW en het BTW-compensatiefonds. Onduidelijk is voor ons nog of de gemeente nu wel of niet de BTW declareert bij het BTW-compensatiefonds. Daar zouden we dan graag nog antwoord op ontvangen. Zover. Nee, dank u wel. De heer Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook mijn fractie heeft het met name over die 500.000 euro. Die 5 ton die is dan beschikbaar inderdaad voor het robuust maken van het rioleringsplan en het watersysteem. Maar er wordt niet concreet aangegeven waar het voor bedoeld is. Een van de knelpunten die kennen we, Balkbrug. Maar voor de rest moet alles nog geïnventariseerd worden. En ja, mijn fractie die wil eigenlijk wel zien van, dat er eerst geïnventariseerd wordt en dan een plan komt om de problemen aan te pakken. Eerst zien en dan... juist. Voorzitter, dan heeft mijn fractie een aantal opmerkingen en vragen met betrekking tot het afkoppelen. Er wordt in het stuk aangegeven dat met name het regenwater in het buitengebied, dat de gemeente die graag wil gaan afkoppelen. Onze vraag is daarbij, toen wij de riolering buitengebied op de agenda hadden staan, toen stond er nadrukkelijk in dat er geen regenwater op het drukrioolsysteem aangesloten mocht worden. Onze vraag is hierbij, heeft hier de toezichthouder verzaakt of steken laten vallen? Want het is een beetje vreemd om nu heel veel geld te investeren in zaken die eigenlijk niet mochten destijds al. Dan, waar mijn fractie ook een beetje mee zit, is van, wij zijn duurzaam, we zijn... altijd daarmee bezig. En wat we missen is de
actief woningen te laten afkoppelen met regenwater. Van regenwater. Want heel veel regenwater zit op het rioolsysteem. Wij zeggen we moeten daar duurzaam mee omgaan. En vervolgens gaan we zorgen dat al het hemelwater wat op daken valt van particuliere woningen, gaan we in het vuil rioolwater storten om vervolgens dat te gaan afvoeren. En volgens ons is daar waar het kan, zou de gemeente, denk ik, een x-bedrag per vierkante meter tot een maximum van een bedrag moeten investeren om burgers proberen te verleiden om toch te gaan afkoppelen. Want het is eigenlijk zonde om op deze manier ons systeem in de benen te houden. Dat is in eerste instantie. Oké, dank u wel. Mevrouw van de Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik ben altijd verbaasd over de ontzettende gedetailleerde kennisvragen die dan bij de andere fracties vandaag worden. Dat maakt mijn werk een stuk makkelijker. Ik heb hem heel anders gelezen. De komende 5 jaar investeren beschikbaar stellen is niet dat je het gaat gebruiken in alles 5 ton voor het klimaat robuust maken. Dat lijkt ons wel heel handig, maar het verandert nogal. En daar zit ook een stukje in van meneer Mulder, waarin die zegt, als we een aantal dingen moeten veranderen omdat we helemaal water willen opvangen, willen dat het waterafvoer beter verloopt, dan moeten we nu al maatregelen nemen. Wat kost dat dan? Dus een vooruitlopend krediet, zo heb ik het gelezen, beschikbaar stellen is niet uitgeven nu. En daarnaast ben ik technisch niet voldoende onderlegd om de specificatie nou te snappen wanneer die zou komen. Wij hebben hem meer gelezen als zijnde dat het een functiegericht rioolbeheer gaat zijn. Dus wat niet uitgesteld kan worden en wat geïnventariseerd wordt, zal dan adequaat opgelost worden en direct klimaatrobuust worden aangepakt. Zo hebben wij het gezien. Dus wij zien het eigenlijk alleen maar als een positief voorstel. En ook nog eens een keertje 10 euro kosten, lastenvermindering voor onze inwoners. Dat vind ik helemaal knap. En Hardenbergse norm. En wij dachten, weer een goede stap. Totdat de presentatie kwam en ik dacht, wie gaat dan die website betalen? Is die al betaald? Zit die ook in die 5 ton? Ik ben erg nieuwsgierig naar het antwoord van de wet. Oké, dank u wel. VVD had geen vragen, nee. Meneer Rodemans. Voorzitter, dank u wel. Op het gevaar dat we in herhaling vallen, toch eventjes nog licht inzoomend op die 500.000 euro... Maar ik had hem zelf al lezende gekoppeld aan de zin, mevrouw van den Hoek refereerde er ook al aan, de onderhoudstoestand van ons riool voldoet aan de Hardenbergse norm. En desalniettemin vragen wij een fors bedrag per jaar om ons systeem klimaat robuust te maken. Als je dat dan ook nog eens keer koppelt aan, dat is een hele flauwe, koppelt aan het afkoppelen van het regenwater, moet ik even kijken naar nut en noodzaak van dit toch wat forse bedrag. Dus graag daar een reactie op van de wethouder. Ik dank u wel, meneer Kloekhorst. Ja, ook ik heb een paar vragen. Er wordt in het gemeentelijke rioleringsplan genoemd van onze bewoners meer bewust maken van de processen die spelen rondom riolering en water. Onder andere door inwonerparticipatie bij een aantal projecten. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Waar een duiding aangegeven kan worden. Dan wordt er aangegeven dat op basis van deze inzichten zijn 3 afschermingstermijnen van de VV-regulering vanaf 2014 verlengd naar 80 jaar. Ik heb al een paar keer de zaal rondgekeken, maar ik denk niet dat hier iemand zit die daar ervaring mee heeft. Maar goed, dat hoor ik. Dan nog een wat technische vraag. Er wordt genoemd de relining is de oplossing, maar ik heb geen idee wat relining is. En dan tot slot nog een opmerking over de nieuwe website. Ik heb hem eens helemaal bekeken. En er staat er onder het kopje van inwoners samen doen. Subtoilet. Toiletpapier mag u natuurlijk in het toilet gooien. Ja, ik dacht het ook. Vochtig toiletpapier is niet altijd of veel moeilijk afbreekbaar en zorgt daarvoor voor verstoppingen. Het is beter om vochtig toiletpapier niet door te spoelen. Nou was ik zo blij dat ik eindelijk een waterclosset had, een wc en word ik niet beperkt in de mogelijkheden. Dat was het. Oké, dank u wel. Meneer Mulder, had u nog een vraag? Nee, oké. Dan zou ik de wethouder willen vragen om de beantwoording op zich te nemen. Meneer Jans.
Dank u wel. Ik denk dat we mooie stappen hebben gemaakt. Dit is het derde GRP wat we maken. We hebben nu een verbreed GRP waarbij we ook grondwaterbeschoeiingen en grondwater meenemen. We hebben de eerste vooral gebruikt om de boel op orde te krijgen en om inzicht te krijgen. U ziet het ook eigenlijk in het verhaal. We moeten nog een klein stukje doen en daar hebben we het hele riool geïnspecteerd. En daar hebben we ook scherp inzicht in wat we hebben. Dat was sowieso al een belangrijke. We hadden bij de bezuinigingen gezegd, nou, wij denken we zitten veelal op zandgrond en redelijk stevige riolering. We hebben niet de problemen van de veer en de veengrond in West-Nederland. Wij denken dat we in de algemeenheid de afschrijvingstermijn van de riolering wel naar 80 jaar kunnen brengen. Dat hadden we redelijk massief gedaan. Dat was al toen een bezuinigingsmaatregel om de kosten te dempen en ook daar andere dingen mee te kunnen betalen binnen riolering. We hebben de afgelopen 4 jaar gekeken dat we gezegd hebben, ja, we kunnen het nog slimmer doen. De techniek gaat verder. Relinen is er één van. Je kan soms zeggen van, nou, hij is niet meer helemaal goed. Hij moet eruit. Er moet een nieuw in. Dat is een hele dure. Dat is ook de reden dat we hebben al lange riolering. We hebben ook al hele oude stukken. Over 1 jaar of 10 komt een grote vervangingsboost aan. En dan zouden de kosten behoorlijk omhoog gaan als we op dezelfde manier verder gaan, heb je kunnen lezen. Wij denken dat we door het functiegericht ermee bezig gaan, die topper uit kunnen halen. En daarom durven we ook de prijs nu eerst te bevriezen en zelfs een 10 jaar lager te doen. Die 80 jaar, daarvan denken we nu van, nou, daar kunnen we zelfs wel een beetje genuanceerd mee omgaan. Bijvoorbeeld als je kan relinen, als je als het ware een buis in de riolering kan schuiven, zodat je in de rioleringsbuis die niet meer goed is, waarvan je zegt, daar moet ik wat aan doen, toch weer een andere buis schuift, zodat je weer heel veel jaren mee kan en toch de afvoercapaciteit op orde kan houden. Nou, als je dat nog een keer met een kunststofbuis kan doen, dan weet je weer, ik kan heel veel tijd verder. En daardoor denken we dat we die zware vervangingspiek er dus uit kunnen halen. Dan moet je dus wel even vervolgens heel erg goed gaan kijken, laat ik daar dan gelijk maar even op doorgaan, naar ik moet wel even mijn hele riolering gewoon even die vakjes doen. Van wat is heel belangrijk? Wat is heel kwetsbaar? Wat gaat er gebeuren in het achterland als hier wat gebeurt? Krijg ik daar grote problemen mee? Dus dan moet je dus sommige stukjes van je riolering moet je toch wel even heel zorgvuldig behandelen. En zeggen van nou, daar mag maar even helemaal niks mee gebeuren. En daar moet ik het er maar even niet op aan laten komen. Want dan krijg ik grote problemen. Er zijn andere stukken bij waarvan je zegt nou, daar kan ik met de reliner wel doen, die kunnen nog wel een poosje blijven liggen. En als er daar een probleem kan komt, dan kan ik er heel snel bij. Dus dan kunnen we dat ter plekke oplossen. Dus zo ga je functioneel om met je riolering en met je termijnen. Dat helpt dus om de kosten te drukken. Meneer Rovermans. Voorzitter, dank u wel. Even nog een vraag daarover ter verduidelijking hoor. Ik zag vrij onlangs op de televisie een reportage met betrekking tot het rioolstelsel, waarbij dan vooral werd ingezet op inderdaad kunststofbuizen, maar met een grotere diameter, juist om dat klimaat robuust maken van je stelsel. En nu zegt u eigenlijk in uw beantwoording dat we ook op plekken de diameter eigenlijk een beetje kunnen verkleinen door een extra buis toe te voegen binnenin de bestaande. Maar dan kunststof, maar dat is een snellere doorstroming. Dat snap maar dan wel weer zo groot mogelijk en dan wel daar waar het kan. Ja, en dat is zo in beeld dat geen toekomstige problemen gaat opleveren. Dat kan je pas doen als je hele riolering in beeld hebt. En u hebt ook gelezen dat wij eind van dit jaar het idee hebben dat wij al die vele kilometers toch behoorlijk goed in beeld hebben. Dat is onderhoud. Dat is één deel. Dan is er ook nog het verhaal van het klimaat robuust maken. En dan kom ik gelijk bij die eerste vraag. Er gebeurt ondertussen wel wat ten opzichte van 10, 20, 30, 40 jaar geleden. De verandering van klimaat. Pak maar het voorbeeld van Balkbrug. 3 jaar geleden de overstroming in dat te lage deeltje van Balkbrug. Toen zeiden wij 40 mm in een uur. Heel vervelend. Maar dat gebeurt volgens de geleerden 1 keer in de 30 jaar. Die hebt u nu gehad, dus u kunt de poosje weer vooruit. En ondertussen gaan wij kijken. Binnen 3 weken viel de tweede bui van 40 mm.
Onlangs hebben wij een bui gehad van 53 mm, die nog vervelender was. Die gaf eerst een 12, 13, 14 mm. En je weet, dan zit even je riolering vol. Het was eventjes droog en toen knalde er gelijk nog een keer 40 overheen. Op het moment dat je dus je riolering vol zit en bezig is dat te lozen, dan kan het even niet weg. Dat is daar gebeurd. En dus waren er weer problemen. Nou, dat geeft dus aan dat we zeggen, met de maatregelen die wij genomen hebben daar, zeggen we zijn er dus nog niet. Wij zullen, wil je voorkomen dat de mensen echt naar de voeten krijgen, dat is even wat anders dan een poosje water op straat, want dat accepteren we. Wil je voorkomen dat de mensen naar de voeten krijgen en er echt last van hebben, dan zal je dus een aantal maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat je riolering ook beter die extreme buien aan kan. Nou, dat is in Balkbrug zo, maar we hebben 29 kernen en we zullen ze toch even stuk voor stuk bij langs gaan. Want kijk maar even wat er een paar weken geleden gebeurde. RTV Oost, om het voorbeeld maar te noemen, die belde ons. Het gaat geweldig regenen. En wij gaan alvast even weer naar Balkbrug, want we gaan even kijken wat daar gebeurt. Gelukkig viel de bui toen in Hengelo en in een van de andere Twentse steden. En daar stonden de straten blank en daar moest de brandweer ook het een en ander doen. Ja, morgen kan het weer bij ons gebeuren, maar het kan ook in Harderberg gebeuren, het kan ook in Bergdam gebeuren, het kan ook in Kloosterhaag gebeuren. Dus we moeten er even overal bij langs. En wat voor soort maatregelen hebben we het dan over? Dan gaat het over het afkoppelen van regenwater in de bebouwde kom, om te voorkomen dat je rioleringsstelsel helemaal vol loopt met regenwater. Als je dat op een gegeven moment even achter kan houden of naar een andere plek kan duwen, dan kun je zorgen dat je overlastsituaties kunt voorkomen. Je kunt zorgen voor extra waterberging. Bijvoorbeeld Waardies en weet ik wat allemaal. Meneer Mulder, die heeft al heel lang een vraag. Ja, het is een heel mooi verhaal wat de wethouder houdt. Maar volgens mij hebben wij ook afspraken met het waterschap dat er ook rioolering soms mag overstorten. En dan mag het gewoon wegstromen. En voor die hele extreme buien zoals u die schetst, ja, er zijn afspraken over met het waterschap dat dat mag. Nou. Volgens mij lijkt het nu net of er nooit een keer overgestapt mag worden. Nou, volgens mij zijn daar duidelijk afspraken over. Volgens mij maximaal 5 keer per jaar. Mag ik mijn verhaal over die robuust maken even afmaken, want dan kom ik daar ook op. Dus is het afkoppelen. Extra waterberging realiseren, bijvoorbeeld met Waardies enzovoort, zijn we ook al mee begonnen. Zorgen voor groene en blauwe structuren in stedelijk gebied, want het gaat niet alleen om wateroverlast. De keerzijde daarvan is dat we ook tijden van grote droogte zullen krijgen, van veel droger dan nu. En we weten allemaal, juist in de stad, als hij veel versteend is, dan gaat de temperatuur nog een paar graden extra omhoog dan de omgevingstemperatuur verder is. Dus probeer dat ook te voorkomen. Dus dat is de tegenhanger daarvan van te nat. Dus het gaat over te nat en te warm. Het Vechtpark is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van in Harderberg. Maar je kan het ook op kleinere schaal elders doen. En dus ook het op andere tijden het weer juist vasthouden van regenwater om droogte tegen te gaan. En ook het simuleren van extreme neerslag, van het spelen met van wat zou er gebeuren als, Zolle is bijvoorbeeld nu bezig met mensen, als het heel hard gaat regenen en u krijgt overlast, maak er even een filmpje van en stuur ons die even toe, dan weten we gelijk waar het precies zit. Nou, dat zijn allemaal dingen waar we mee bezig zijn en natuurlijk, in dat extreme kan het gebeuren dat je zegt, wij accepteren dat water even op straat staat, dat is ook niet zo erg als het maar tussen de stoepranden blijft en als het niet de huizen binnenloopt. Maar dan moet het ook wel even die tijdelijke opvang zijn en dan weer wegzakken. En in dat verband accepteren we ook dat er eens een keer een overstort is. Maar u weet ook, denk ik als geen andere, dat die aan strenge regels is gebonden. Dat we heel veel overstorten ook op verzoek van de burgers juist weggehaald hebben. Vanwege overlast en toch wel een beetje spanning met milieuhygiëne. En om maar eens een voorbeeld te noemen in Balkbrug, hebben wij er een noodoverstort weer ingebouwd, maar dan wel zo, zeg maar met een grote kous eraan, om ook de rommel alvast tegen te houden en ervoor te zorgen dat die niet zomaar wegloopt. Maar er zit wel degelijk ook een noodoverstort, zeg maar een noodventiel in, dat als de nood aan de man komt, dat die dan ook gaat functioneren.
Maar ik zal de laatste zijn die ervoor gaat pleiten om nu maar redelijk veel noodoverstorten overal te maken. Want dan zijn we weer terug waar we een aantal jaren geleden waren. Want toen kregen we uit onze plaatsen belangen de vraag, wil je ze alsjeblieft weer weghalen? Nou, voor nood, ja. Nu draait de wethouder alles om. En net als ik zeg van, bouw maar 100 overstorten. Ja, die zou ik wel willen bouwen, maar met name met schone regenwater. En ik denk dat u daar vooral op moet gaan inzetten. Zoveel mogelijk afkoppelen, wat ik net schetste, bij woningen. En zorgen dat daar misschien wel een subsidie voor gegeven moet worden. Om juist dat aan te jagen. En te zorgen dat de watergangen dusdanig groot zijn. Dat het vuilwater in het vuilwaterriool is. En het regenwater in het regenwaterriool. Nou, en dat is dus een stukje van de invulling van het verhaal van het robuust maken van riolering en watersystemen, nog een keer, voor te nat en voor te droog. En ik begon net toen ik het rijtje opnoemde, was ook inderdaad de eerste, het afkoppelen van regenwater. Dat is gewoon absoluut nodig, noodzaak. Nou, wij zijn wel zover dat we zeggen, daar willen we nadrukkelijk met onze burgers beter en meer over communiceren dan nu. En zeker in die gebieden waar dat mogelijk is, waar je nu af kan koppelen. Want het zou jammer zijn dat je wel kan afkoppelen en dat je dan vervolgens niet doet. Nou, laat ons daar eens even rustig met onze burgers over praten. Dit is, zeg maar, een nieuw onderdeel. Ik zeg niet dat we nog niks aan gedaan hebben, maar het is nadrukkelijk een onderdeel waarvan we zeggen, hier moeten we echt meer aan gaan doen, anders lopen we straks achter de feiten aan en dan krijgen we allemaal overstroming en dan zeggen we tegen elkaar, waarom hebben we het niet wat eerder aan gedaan? We willen hier nadrukkelijk op anticiperen. We zijn niet uniek in Nederland. Half Nederland heeft al iets van deksel. Hier moeten we wel mee bezig. En de een is al wat verder om inzicht te krijgen dan de ander. Wij zijn blij dat we in ieder geval zover zijn dat we hier nadrukkelijk mee bezig kunnen. En als daar uiteindelijk dan een keer uit moet komen dat we misschien wel een subsidieregeling moeten doen. Ik ben nu nog niet zover. Ik wil eerst eens even rustig bekijken. Ik wil eerst zien hoe groot is het? Waar zit het? Hoe zijn mensen bereid om zelf iets te doen? Ik heb vorige week een les gegeven op een basisschool. En daar heb ik de leerlingen allemaal een zakje bloemetjeszaad meegegeven. Van mooie stokrozen. Ik wil zeggen, als jullie nou thuis in de tuin één van die grote zwarte tegels tegen de muur nu eens optillen en daar een paar van die bloemen in zetten, dan is het natuurlijk één plek weer in de tuin waar het water naar beneden kan. Dat is dus ook één van de dingen. Hè? Daar waar het steeds lastiger wordt, zien we een steeds meer verstenen van de tuinen. Nou, misschien moeten we daar ook nog eens met onze burgers over hebben. Ja, dat past prima, voorzitter, in de visie van de ChristenUnie. Infiltratiekraten in eigen tuin waar je dan het hemelwater op afvoert. Bijvoorbeeld. Of onder de Julianenstraat, zoals wij het bij de reconstructie van de Julianenstraat gedaan hebben. Maar dan heeft de ChristenUnie, hoop ik het toch niet, over de tegeltax of iets dergelijks. Zeg maar gewoon stimulerend werken in een groene omgeving. Nee, we zijn geen GroenLinks, dat gaan we niet doen. Kunt u verder gaan met de beantwoording? Ja, dat even over dat klimaat robuust maken. Dus u moet denken aan een heel palet aan maatregelen waar we mee bezig willen. En waar we even. En daar hebben we de komende paar jaren nog wel druk mee, want we moeten al onze 29 kernen wel even in balans. Tweede vraag. Voorzitter, ik heb nog onvoldoende concrete onderbouwing van die 5 ton, want dat kan wel. Het is een fors bedrag. Maar ik heb geen enkele onderbouwing waarom of dat nu 5 ton is, waarom is het geen 7 ton, waarom is het geen 3 ton. Ik vind die ook een hele lastige. Om heel precies nu al aan de voorkant te zeggen waar wij zeggen van wij weten heel zeker dat we ermee bezig moeten. We weten ook heel zeker vanuit, kijk alleen maar wat er afgelopen jaren in Balkbrug hebben gedaan. We weten heel zeker dat dat ook stevig geld kost. Als je echt structurele problemen in je riolering wil oplossen. En we weten dat we 29 kernen hebben, dan denk ik dat wij de komende 5 jaar die 5 ton echt wel nodig hebben. Ik acht het zelfs wel mogelijk dat we ook in de volgende periode daar nog wat dingen aan moeten doen. En we gaan de geld uiteraard niet over de balk smijten, maar we willen wel graag nu handjes en geld hebben om per dorp die plannen te maken. Het tweede dorp heeft zich al bij ons gemeld. Dat heeft onder andere te maken met een overstort die nog weer te veel stinkt. En we gaan zeggen, wil het systeem alsjeblieft veranderen. Want we hebben, als er veel water is, krijgen we hier toch problemen. Nou, dat is ook eentje waarvan we zeggen, daar moeten we mee bezig. Ja, en dat is met 3 tientjes niet opgelost. Dus, u kent ons als zuinig zijn met geld en goede plannen en dan pas geef je het uit. Je kunt zeggen van,
ja, ik had hem niet zichtbaar gemaakt. Ik heb gewoon gezegd, we hebben voor onderhoud enzovoort en voor de buurt maken, hebben we deze bedragen nodig. We hebben hem er expres uit, en dat, of het nou 4,75 of 5,25 uiteindelijk precies moet zijn, dat durf ik niet precies te zeggen, maar we hebben eigenlijk expres gezegd, we tillen hem eruit om hem zichtbaar te maken van jongens, hier ligt een probleem voor de komende tijd. Anne van Hoek. Dank u wel. Even alle gekheid op een stokje, want we doen er wel wat lachelijk over. We begrijpen denk ik allemaal heel erg goed dat u, om die robuustheid te kunnen maken en functiegericht te gaan doen, dat u middelen nodig heeft. Het is natuurlijk wel zo dat wij moeten weten over een 500.000 per jaar, dat we beschikbaar zouden moeten, dat de enige richtlijn moet zijn waar het over moet gaan. Als u nu dan eindigt bij ook op 25 zijn. Oh. Nee, ho even. Ik heb eerst wel 6 dingen genoemd waar we het precies aan gaan besteden. Die heb ik net alle 6 opgenoemd. Dus, en die toch staan, zijn wij met elkaar over eens. En die onvoldoende concreet is, want er is een heel vraag houden, toch kunnen wij de onvoldoende concreetheid uithalen. En ik zou het zelf op prijs stellen dat u dan iets concreter op papier iets zegt waar wij dan in ieder geval naar kunnen kijken met elkaar. Voorzitter. Meneer Rodemond. Ik heb een vraag aan mevrouw Van den Hoek, want nou raak ik bijna in verwarring en dat lijkt me niet de bedoeling op deze mooie avond. Want volgens mij heeft mevrouw Van den Hoek zojuist zelf in haar eigen pleidooi gezegd dat het een voorschot als het ware was. Tenminste, zoals zij het had gelezen. En dat we niet op voorhand het geld gaan lopen uitgeven. In de beantwoording geeft de wethouder aan dat hij inderdaad een aantal concrete plannen heeft, maar dat hij nog niet precies die invulling heeft. En nu krijgt hij terug van dezelfde mevrouw Van den Hoek, wees wat concreter dan. Weet ik niet wat de vraag precies is. En waar moet de wethouder nu op reageren? Want het zijn twee zeer verschillende vragen. Mevrouw Van den Hoek? Ik heb meneer Rodemond maar even uit laten praten. Ik denk dat het goed is als we een bepaald bedrag reserveren en dat we beschikbaar stellen. Maar het is natuurlijk nooit een blanco check. En waarom ik reageer is omdat ik de uitvoerige uiteenzetting van de wethouder in deze onvoldoende concreet vind. Om dan die beschikbaarheid ook te kunnen valideren. Dat is 1. En 2, ik heb hem niet horen zeggen dat het beschikbaar stellen niet per definitie uitgeven is, want dat is wel waar ik naar op zoek was. Ja, dan is dat misschien voor u een geruststelling. Wat we daar nog aan toe zouden kunnen voegen, we hebben toch al in een stuk staan dat wij al halverwege, over 2 jaar ongeveer, even terugkomen met de verfijning van de manier waarop we nu met de riolering omgaan. Dat functiegericht bezig zijn, waarvan wij denken dat wij de post onderhoud voor de komende jaren anders neer kunnen zetten. Helemaal op het slot van het stuk ziet u nog, want de post onderhoud zit nog gewoon op de massieve vervanging na 80 jaar en na de vervangingstermijnen. Daar zag je het verhaaltje waar ik denk nog stijl omhoog loopt. Wij zeggen, wij denken dat die anders kan lopen en we laten nu over 2 jaar, als wij die doorrekening hebben kunnen maken, laten we nog even zien hoe die precies gaat lopen. En daar zouden we natuurlijk ook heel goed even een tussenstand bij kunnen doen van dat klimaat robuust maken. En zeggen van, dan nemen we u nog even weer heel precies mee in de stand van zaken, in wat we dan hebben gedaan. En ik hoop u dan in ieder geval te melden dat wij in ieder geval bouwbrug gedaan hebben. En ook de volgende kern, dan kunnen we ook even zien van, wat hebben we nou precies gedaan? Wat hebben we ervoor gedaan? Wat heeft het ons gekost? Het is ook een, je kunt zeggen, het is helemaal nieuw, maar het is ook een slimme manier om met je onderhoud op te gaan, om hem alvast zo te maken dat je ook in de toekomst de pieken beter kunt doen. Zo had ik hem ook weg kunnen schrijven. Nou, meneer de voorzitter, wat ons betreft, waarom nou niet gewoon die 2 miljoen reserveren en vervolgens het onderzoek doen in de kernen en dan vervolgens terugkomen om dat geld dan beschikbaar te stellen voor de investeringen die je dan moet doen in de kern. Volgens mij moeilijker is het niet. En dan zien wij, kunnen wij exact zien van hey, waar wordt dat geld aan uitgegeven. Maar voor wat voor maatregelen? Maar dus dan, je hebt per jaar, kan je inderdaad zeggen van nou, we doen €500.000 per jaar. Nou, ook dan kan je gewoon laten zien van dit is de aanbesteding, zoveel gaat het kosten en dit probleem was wel. Maar toen wij de afgelopen, maar nou even, ik vind heel veel dingen goed. Maar nou even van, zit je dan nog met elkaar op de goede stoel? U gaat over de kaders. En u wil zeggen, maar ik wil ook de precieze plannen zien van elke kern van elk plan. Maar even, toen wij afgelopen 4 jaar geld gingen uittrekken voor, wij willen toch eens een hele inspectie doen in de riolen om te kijken hoe de stand van zaken is.
Dat jullie niet zeggen van nou, laat u mij even precies die plannen zien. Als ik onderhoud doe in rioleren, zegt u ook niet precies. Nou, ik wil eerst even precies de plannen zien en dan pas mag ik maar uw geld doen. Nou gaan we een specifieke manier van onderhoud doen, het klimaat robuust maken. En dan zegt u, maar ik wil eerst precies de dingen zien. Het kan allemaal, want u gaat erover, u heeft een portemonnee. Maar ik wil u wel de vraag stellen. Vindt u dat u kaderstellend dan nog steeds op de goede stoel zit? Of gaat u één stoel verder, zit u zeg maar op de stoel van de wethouder en zegt u tegen mij, we gaan maar op de stoel van je directeur zitten. Dus even doen we het dan nog goed. Mijn fractie wil wel graag zien, voorzitter, waar de financiële middelen aan besteed worden aan het robuust maken van de omgeving. Meneer Mulder en meneer Janssen, ik heb een beetje het gevoel dat we in herhaling aan het treden zijn. Dus... Mag ik nog één keer een poging doen? Eén keer dan nog. Ik wijs u nog even een keer, zonder ze allemaal weer te doen, op pagina 4, waar echt 6 concrete maatregelen staan wat we gaan doen. Daar staat niet precies bij welk bedrag er voor welk dorp bij hangt. Maar dit is wel de lijn die we ingaan. En eerlijk gezegd, we doen het natuurlijk ook al. Want als we naar de hele ringweg kijken hier in Hardenberg, daar hebben we de afkoppeling al gedaan. In het kader van werk met werk maken, zijn we er ook al mee. Zo nieuw is het dus ook niet. Als we kijken naar de Julianenstraat in Delersvaart, hebben we het al gedaan. Dus zo nieuw is het ook niet. Alleen, we willen het nu wel even structureel voor elk dorp verder doen. Meneer Nijhoff, u had ook nog een vraag. Ja, dat klopt. Ik hoef niet op de stoel van het bestuur te gaan zitten. Daar gaat het mij niet om. En ik hoef ook niet exact te weten welke bedragen er per kern nodig zijn. Maar 5 ton, 5 jaar achter elkaar. Ja, daar wil ik toch een beetje gevoel bij hebben. Waar is dat voor nodig? En dat gevoel dat heb ik nog steeds niet gekregen. Ja, als we nu op deze manier zo... Dan ga ik in de herhaling van, laat ik dat niet gaan doen. Laat ik u dan zeggen... ik ga er nog eens even rustig naar kijken... En ik geef u de komende week nog even een briefje mee richting de raad van om het proberen nog even wat concreter te maken, ook met de bedragen van bijvoorbeeld een balkbrug daarin. Om eens een idee te geven van waar heb je het dan over. Ja? Oké. Okay. BTW declareren? Nee. Ik kan lang en kort over praten. Nee. Afkoppelen buitengebied... ja, dat klopt. Ja, ik denk, kijk, het systeem is inmiddels een jaar of 20 oud. Geleidelijk is er dus op een of andere manier wel weer wat bij ingekomen. Dat was op zich ook niet zo erg, maar nu je echt die grotere buien krijgt, en soms krijg je dan ook wel wat, toch in wat je er niet in gaat willen hebben door extremere buien. We moeten daar toch even goed naar kijken, want er zijn plaatsen in het buitengebied waarvan wij zeggen... maar als er nou heel veel gebeurt, dan moet je ze toch eraf hebben, anders krijgen we daar gedoe. Dus daar willen we echt naar kijken. Ja, en had je daar nog strenger om moeten kijken, dat is dus in het verleden niet gebeurd en daar kan ik ook niet omdraaien. Maar ik heb wel iets van, dit is wel een punt met onze drukriolering waar we echt even zorgvuldig naar moeten kijken om problemen naar de toekomst bij extreme regenval te voorkomen. De vraag van GroenLinks over de 500.000 heb ik dan ook al wel beantwoord. Ja, u zegt van, ik zie het toch als een positief stuk. En dan is er nog mooi meegenomen dat het tientje naar beneden kan. We hadden het bij de kadernota aangekondigd. We laten nu zien dat we in ieder geval in 10 jaar termijn, die hadden we als minimum gesteld, positief kunnen blijven. Al gaan we wel een deel van onze reserve nu opdoen. Maar door dat functiegericht onderhoud, denk ik dat die uiteindelijk beter uit gaat komen. En dat het dus veel langer dan 10 jaar kan gebeuren. Daarom durven we dat tientje te doen. En we hebben er nog een schepje bovenop gedaan. Want we hebben vervolgens ook gezegd, en we gaan hem niet met inflatie verhogen. Nou, als je hem dan 4 jaar lang over 4 jaar nog een keer bekijkt, dan heb je nog een keer 15 euro teruggegeven. Anders was hij in 4 jaar weer iets van 15 euro omhoog gegaan. Dus in die zin is de besparing die we eruit halen nog groter. Ja, we hebben hem nu inderdaad niet in een rapport gemaakt, maar wij hebben de indruk dat we met z'n allen meer hebben aan een website. En zo hebben we hem dan maar eens opgezet. En die is inderdaad al gemaakt. En anders was het rapport gemaakt. Dan had u echt nu een mooi rapportje gehad waarin met tekeningen en zo waar alles in stond. Nou, laat dit ietsje duurder zijn. Ik denk dat we er met z'n allen meer mee kunnen.
En dat onze burgers hem ook kunnen gebruiken. En ik heb vorige week zelf gezien op een basisschoolgroep 7... met hoeveel plezier die leerlingen daar mee bezig zijn geweest. En ook informatie kunnen halen en kunnen doorklikken en dingen kunnen doen. Dus ik denk dat het een goede investering is om hem zo neer te zetten. En hebben 30.000 mensen ons daarom gevraagd? Nee. Maar er hebben ons nog nooit mensen gevraagd om een rioleringsplan. En ik hoop wel om de mensen ietsje meer bij de riolering en bij de problemen van de riolering te betrekken. Bijvoorbeeld... Mevrouw Van Hoek had een vraag. Dank u wel, voorzitter. Het is een compliment. Ik denk dat het heel goed is dat u een poging heeft gedaan om het visueel te maken, het tastbaar te maken en dat u een andere vorm van communicatie heeft gehad met onze inwoners. En dat het iets mag kosten, maar het kwam over tijdens de presentatie alsof we iets gedaan hebben waar we misschien niet voor gaan betalen voor het werk wat erin zit. En daarom, we zijn een beetje lacherig deze sessie begonnen. Ja. We hebben allemaal een beetje gedaan. Maar ik denk dat het iets heel moois is. Ik heb het gezien. En ik vond het eerlijk gezegd een verademing om in ieder geval op deze manier de informatie tot me te krijgen. Mag ik dan nog één voorbeeld noemen? Wij hebben een, foto's uit de riolering laten zien aan een klas wat er gebeurt als je vet enzovoort door je riolering spoelt, hoe dat gaat klonteren en hoe de hele boel. Een aantal leden zeiden, dat moesten we thuis maar niet weer doen. Nou, dan heb ik het doel weer bereikt. D66. We voldoen aan de Hardenbergse normen en toch moet klimaat robuust gemaakt worden. Ja, nee. Hardenbergse normen is hoe wij vinden dat de onderhoudstoestand van onze riolering moet zijn. Sober en doelmatig en functiegericht en geschikt voor wat je moet doen. Dan ontstaat het verhaal van de grote buien en van de droogte. En dan zeggen we, en de aanpassing die we moeten doen is, we moeten meer regenwater vasthouden in droge tijden. En de tweede aanpassing is, en als het dan heel nat wordt, moeten we sneller water kwijt kunnen raken. En daarom moeten we klimaat robuust doen, om ervoor te zorgen dat die ook in de toekomst voldoet aan de Hardenbergse norm. Dat is het verhaal van het klimaat. Op koers, meer bewust maken van mensen, inwonersparticipatie. Bijvoorbeeld bij het klimaat robuust maken. Ik stel me voor, en dat staat ook ergens in een stuk, dat als we naar een dorp gaan, dat we met de mensen in het dorp ook eens even goed gaan praten van, jongens, waar tref je de problemen aan? En wat zouden we kunnen doen? En probeer nou die bewoners mee te nemen in plaats van te zeggen, wij komen even in de straat langs en u hebt morgen een beetje last, maar dan hebben wij wel iets gedaan en we gaan u niet vertellen wat we gedaan hebben. Dat is bijvoorbeeld al een hele belangrijke om hem bij dit onderwerp mee te nemen en zo ook draagvlak te krijgen voor het afkoppelen, ook van individuele woningen en van een stukje overlast die je soms even hebt. Die 80 jaar termijn hebben we het al over gehad. Die hadden we en daar gaan we dus nu genuanceerder mee om. Relining hebben we het over gehad in de website. Daar ben ik door mijn vraag heen. Dank u wel. Ik wil nog wel ruimte geven voor een tweede ronde, maar wel heel kort, want het wordt al wat later. Dus als u een bijdrage heeft, beperkt u zich alstublieft. Meneer Kloekhorst. En ik zou graag ook willen weten, in aansluiting daarop, of dit een bespreekstuk moet worden of een hamers. Meneer Kloekhorst. Ja, mijn laatste vraag, daar deed ik wat lachen over, maar staat inderdaad zo op de website, onder het hoofdstukje inwoners samen doen toilet. Kijk er gewoon even naar, want ik denk dat het misverstand oproept. Verder hoef ik daar geen antwoord. Oké, dank u wel. En dan de laatste vraag. Moet dit een bespreekstuk worden of moet dit een hamerstuk zijn? Voorlopig een bespreekstuk. Als de beantwoording van de wethouder dusdanig is, dan kan het eventueel nog gewijzigd worden. Ja. Oké, dan wordt het een bespreekstuk. Daarmee sluiten we dit onderdeel af. En dan gaan we over naar de bekostiging van de scholen en het onderwijs. En daar hebben zich twee insprekers voor gemeld. De heer Brink van Grono en mevrouw Tuin van CMBS, de wegwijzer uit Schuinensloot. Mag ik de heer Brink vragen om achter het spreekgestoel te gaan staan? Dank u wel, voorzitter. Beste raadsleden, ik heb hier twee artikelen van recente datum. De ene hebben jullie gezien, die was van BDB, die zat bij de stukken, maar ik heb hier ook nog een stuk van Cobo, de website van Cobo. En Cobo, dat is een onafhankelijk weekblad voor de bouwnijverheid.
Dat is van augustus jongsleden, waarin staat dat op dit moment nieuwe scholen onbetaalbaar zijn, 90% van de budgetten te laag. En er dreigt een catastrofe wat betreft inschrijvingen. Nou, we hebben dat inmiddels gemerkt. Dat de prijsstijging ook gevolgen heeft voor alle op stapel staande projecten die in het IAP staan, die we hier samen hebben, u samen heeft vastgesteld, dat spreekt voor zich. En wat wij vragen, en ik sta hier ook namens de rest van de schoolbestuur, is om een realistisch budget om de basisscholen die nu nog aan de beurt komen in Hardenberg ook fatsoenlijk en toekomstbestendig neer te zetten. Die prijsexplosie, in een van de artikelen werd gesproken over exorbitante prijsstijgingen, die hebben we niet kunnen voorzien. En die kwam ook sneller dan iedereen verwacht heeft. En het ziet er naar uit dat die opwaartse prijsontwikkeling de komende tijd ook nog wel door zal gaan. We vragen dus in feite ook niet om meer geld, in de zin van dat we meer willen inhoudelijk. Maar we willen een aanpassing van de kredieten die ervoor staan, zodat we de gezamenlijk vastgestelde ambities ook waar kunnen maken. Ruim een jaar geleden, en dan heb ik het nu over de Professor Wateringschool, heeft u als raad ingestemd met het krediet om een nieuwbouw mogelijk te maken. En na een jaar ligt er een herzien verzoek. Dat u niet zit te wachten op vergelijkbare tafereelen als het scenario wat bij de nieuwbouw in Lutte speelde, kan ik me voorstellen. Maar we hebben het hier over totaal ander gebeuren. We hadden namelijk onze nieuwbouw al uitgezet in het tender. Er waren al een aantal partijen hadden daarop gereageerd. En nog voordat de aanbestedingsfase in feite in kon gaan, kwamen we erachter dat het budget absoluut ontoereikend was. En kijk, in Lutten hebben ze mazzel gehad dat ze nog in de crisistijd hebben kunnen aanbesteden en kunnen bouwen. En ik gun ze dat van harte, want ze hebben een prachtige school gekregen. Maar bouwen voor het toegekende budget in 2016, uitgaande van de ramingen in 2015, kan er nooit in 2017-18 worden gebouwd. En wil je dan nog een school die 50 jaar meegaat, nou, dan kun je het wel vergeten. En we willen absoluut niet terug in de scenario's van de jaren 70, waarin scholen werden gebouwd voor 40 jaar van bord, karton en triplex. Dat betekent dat wij ook binnen het hele verhaal rond de Professor Wateringschool toch nog eens gekeken hebben naar het verhaal van duurzaamheid, want dat vinden we wel belangrijk. En we willen aansluiten bij de ambities van de gemeente om te streven naar BENG-gebouwen, bijna energie-neutrale gebouwen. Het is ook daarom dat wij aan de gemeente hebben teruggegeven de mogelijkheid om te bouwen, omdat we zeiden dat het absoluut niet kon binnen de vastgestelde subsidiekaders. En kijkend naar de beschikking van 14 april hebben we dan ook met de gemeente overlegd en die heeft de subsidie ingetrokken. We hebben een bureau Basalt in de bouwwereld bekend om het berekenen van de kosten en het bureau Lindhorst opdracht gegeven om de budgetten nog eens weer door te gaan spitten. En beide bureaus gaven aan dat de nieuwe prijzen op dit moment realistisch zijn, die ze gehanteerd hebben bij de huidige plannen die voorliggen. Vandaar dat de aanvragen met de nieuwe budgetten ook met deze bedragen dus voorliggen. Waarbij ik nog wel gezegd wil hebben dat als je kijkt naar de bouwkosten of de normen van de VNG, daar kun je inderdaad helemaal niets voor bouwen tegenwoordig. Die lopen ver achter bij de realiteit. En wat dat betreft mogen we ons gelukkig prijzen met de gemeente Hardenberg die wat dat betreft realistische normen aanhoudt. We hebben ook gekeken naar de mogelijkheden om een slimmer te bouwen. Om te kijken of je in twee bouwlagen kunt gaan bouwen, eventueel op een kleiner terrein. Maar we moeten wel heel nadrukkelijk rekening houden met de populatie kinderen waar we hier mee te maken hebben. En er is ook gekeken naar de investeringen die we als Grono kunnen en mogen doen. Het is, u weet zelf ook dat het absoluut onmogelijk is en verboden is om geld dat voor onderwijs bedoeld is in stenen te investeren. We hebben wel gezegd dat binnen de mogelijkheden die er zijn, gaan we de middelen beschikbaar stellen. En dan hebben we het over uitgesteld onderhoud en over duurzaamheid. Grono heeft geen steunstichting, we hebben geen huizen die we kunnen verkopen. Als je op de website Hoe rijk is mijn schoolbestuur kijkt, dan zie je precies wat we hebben. En geen cent meer en minder. En dan vind ik nog belangrijk om te melden dat de Professor Wateringschool meer nog dan andere scholen een regiofunctie heeft. De school vangt namelijk ook kinderen op die niet van Grono scholen zijn. En die ook anders buiten de boot dreigen te vallen. En door het sluiten van bijvoorbeeld de Wissel in Marienberg hebben we ook vanuit de Oosthoek veel meer kinderen binnengekregen. En doordat we steeds meer kinderen in de regio opvangen,
zal de gemeente ook absoluut een substantieel bedrag overhouden op de reiskosten van kinderen die anders richting Hellendoorn of Zwolle zouden gaan. De aanvraag van het krediet van de uitbreiding van de matrix, dat spreekt voor zich. De school die kampt al jaren met een aantoonbaar tekort in vierkante meters. En als hier niet op korte termijn een voorziening wordt gerealiseerd en gelukkig ligt het idee voor, dan staan echt per maart hebben we gewoon geen ruimte meer. Dan moeten we de kinderen op straat sturen. Maar dat zullen we niet doen, want ik hoop dat het tegen die tijd wel gerealiseerd is. En hierbij doe ik nu dus al een beroep, ook op het nieuwe college, om vooruit te kijken, zodat we straks ook in de Marslanden niet iedere keer achter de feiten aanlopen en dat we dan ook weer moeten wachten op nieuwbouw. Maar dat het op het moment dat het echt noodzakelijk is, er ook een prachtig gebouw staat, die voldoet aan de eisen en die ook weer past binnen het ERP. Ten slotte. Ik had hier ook nog een mooi verhaal staan over de wegwijzer, maar Lidie gaat zelf het verhaal vertellen. En het gaat om heel veel extra geld, maar dat was toen we het aanvroegen niet te voorzien. En zoals ik al zei, ik ben blij met een meedenkende wethouder en met een meedenkende ambtenaar die de problemen heeft onderkend, die zijn nek durft uit te steken en die niet tegen de bestuurder heeft gezegd van red u de met. Achteraad, hartelijk dank voor uw aandacht en ik wens u alle wijze toe om een weloverwogen beslissing te nemen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Brink. Er zijn vragen van de VVD, GroenLinks, ChristenUnie, Op Koers, D66 en CDA. Meneer Rij. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Brink, even heel kort. U heeft samen als organisatie het IAP opgesteld. U heeft daar verwijzing gemaakt van, nou, dan is die school aan de beurt. Maar heeft u zich dan ook bemoeid met, toentertijd met het invullen van het bedrag en nu in de geactualiseerde versie ook? Of heeft u zich daar verder van gehouden? Dat is in feite is dat met de mensen die wij in dienst hebben en die met de huisvesting bezig zijn, is dat bepaald. Maar of ik daar zelf bij betrokken ben geweest, dat is een organisatie. Ja. Mevrouw Van Hoek. Dank u wel, voorzitter. In het raadstuk is te lezen dat de prijsstijging, zoals die in zijn algemeen het generiek plaats van een autonoom gebeuren, oftewel u heeft daar geen invloed op. Maar er zijn een aantal dingen waar u misschien wel invloed op kunt hebben. En dat is dan bijvoorbeeld de matrix, daar kwam u zelf mee. Hadden we niet kunnen voorzien, of heeft u als organisatie niet kunnen voorzien, dat gezien het groeien van de Marslanden ook gevolgen heeft voor de leerlingenaantal groei. En dat dus een pand wat de helft van de Kastanjehof toen de tijd leegtrok, vervolgens de kern erbij indeed, vanuit het brede schoolconcept, nu echt al een hele tijd vierkante meters tekort. Kan het überhaupt daar, of zijn we aan het lappen en lijstjes aan het pakken? Voldoet dit voorstel daarvoor? Ik denk dat de wethouder daar straks een antwoord op zal geven. En u heeft ook in de stukken kunnen lezen dat het is, de vier lokalen worden er neergezet om even tijd te kopen om met een definitief goed voorstel te komen. En we zien het ook in de cijfers terug. Als u onder 2021 kijkt, dan ziet u dat het bedrag daar voor een nieuwbouwvoorziening in de Marslanden flink gestegen is ten opzichte van het vorige voorstel. Nog één aanvullende vraag. In hoeverre u als schoolbestuur van Grono vertrouwen heeft in de beschikbare budgetten die nu worden gevraagd, die straks alweer achterhaald zijn, maar nu die opnieuw moeten starten met de tinder. Want wij kunnen zien dat de prijsstijging op dit moment vermoedelijk doorzet. Ja, nou, als u mij daar een antwoord op kunt geven, weet ik het ook. Ik heb een gesprek gehad met de directeur Peter Vollebroek van Terstegen. Die zegt van zorg als je het budget hebt, is de soort middel gaat bouwen. Want anders kun je met een jaar weer naar de raad toe. Dus maar daar loopt iedereen tegenaan. En we hebben geen idee hoe snel die prijsstijging zal gaan. Ik weet wel dat op het ogenblik voor vloerplaten, dat je geloof ik een half jaar moet wachten voordat je ze geleverd krijgt. Dus dat is, het gaat met een recordtempo. Ja. Meneer Rogemond. Voorzitter, dank u wel. Meneer Brink, dank u voor uw uitvoerige en overigens zeer duidelijke uiteenzetting. Eén vraag over uw inleiding. U stelt dat, tenminste zo heb ik hem gehoord, dat de prijsstijgingen mogelijk een effect hebben op het aantal inschrijvingen. U noemde een catastrofe voor het aantal inschrijvingen. Klopt dat causale verband? En kunt u dat wat nader duiden dan?
Nou, we hebben op dit moment hadden we het aantal inschrijvingen was 6. We moesten nog een loting doen, we gingen naar 5. Maar we zijn niet verder gegaan, dus we weten niet wat er gebeurt. Maar voorbeelden uit de regio geven aan dat op een gegeven moment de een en de ander af zijn. En dat je degene die je liever niet wilde hebben, die hield je als enige over voor de bouw. Nou, we weten niet of dat zo zal gaan, maar dat weten we. Ah, sorry, dan was daar het misverstand, ja, want ik dacht dat het ging over het aantal inschrijvingen voor de leerlingen. Nee, maar dit gaat over de bouwondernemingen. We hebben niet te klagen. Prima, ja, dank u. Ja. Meneer Klokhorst. Ja, ik ben bedankt voor de uitleg, die was inderdaad zeer helder. Ik stel een vraag waar u misschien ook geen antwoord op kunt geven, maar als ik een stuk al lees, dan denk ik, er zijn maar een paar bedrijven in Nederland die een school kunnen bouwen. Ik vind dat zo raar. Nee, er zijn er wel veel meer, maar ik denk dat op de capaciteit er niet voor is. Ik kan ook bijvoorbeeld graag dat bedrijven uit de regio meededen. Maar ik had het net over Terstegen, die belde op, Henk, van we zitten vol. En we hebben ook even naar het budget gekeken, we gaan helemaal niet meedoen. Dus er is denk ik voldoende, alleen de capaciteit. Ik was vorige week in Den Haag. En er was een school in Den Haag waar BAM bouwde. En halverwege de bouw kwam men tot de conclusie van de budgetten zijn onvoldoende. Dan moest ze terug dus naar de gemeenteraad. Duurde te lang, BAM is bij de school weggetrokken en de school staat half afgebouwd. Nou, ik hoop niet dat we dat hier meegemaakt, maar het zijn wel rare verhalen die op het ogenblik spelen. Oké, meneer Mulder. Ja, meneer Brink doet nu reeds een beroep op een nieuw college. Lijkt me verstandig dat hij na maart even weer komt. Ik kom weer. Oké. Meneer Dogger. Ja, dank u wel, voorzitter. Goed, je kunt heel veel hebben over de cijfers, maar dat is een bepaalde realiteit. Waar ik met name door getriggerd ben, zijn de uitspraken van de heer Brink. Om als schoolbestuur ook eens te kijken van wat kunnen we zelf doen. En dan heeft hij het over duurzaamheid en hij heeft het over zeg maar uitgesteld onderhoud, wat de school ook zelf zou kunnen gaan investeren. Kan die daar misschien iets dieper op ingaan? Waar hebben we het dan over? En gaat het dan ten koste van het budget van de gemeente? Of komt het er extra bij? Of wat voor inspanningen gaat de school leveren? Nee, het is wat er extra bij komt. Maar dat is in onderhandelingen vooraf wordt het bepaald. En wij zijn gewoon aan percentages gebonden. Want bij elke nieuwbouw of verbouw kijkt de accountant over onze schouders mee. En dat wordt gewoon meegerekend, daar word je op afgerekend. Want dat betekent dat daarna onze bekostiging terugloopt. En dat willen we ook niet. En wat ik dus ook net zei, van het is een chronoschool, maar het is wel breder, de kinderen die we opvangen. En we gaan niet naar andere besturen toe om te zeggen van willen jullie ook een paar cent bij betalen aan deze school. Dus het blijft wel binnen bepaalde marges dat we zeggen van dat kunnen we bijdragen en dat niet. En dat geldt ook voor duurzaamheid. En dat heeft ook te maken met het terugverdieneffect. Als we nu kijken, ik heb wel eens gezegd van, kijk, het kan best zijn dat straks op een preservateringsschool, dat we daar een bijna energie-neutrale school hebben. Nou, dat betekent dus dat we inderdaad wat kunnen overhouden op energie. De installaties hebben meer onderhoud nodig. Maar we hebben ook jaren gehad, wanneer ik wel eens gezegd heb, de preservateringsschool was de enige school in Hardenberg met een verwarmd plein. De verwarming die stond aan en, nou ja goed, ze hoeven er nooit sneeuw te ruimen, want dat hoef je de laatste tijd sowieso niet. Maar het ging gierend en nu nog gaat het gierend, gaat het de schoorsteen uit. Dus daar waar we kunnen investeren, doen we dat. En ik denk ook dat we zo'n verhouding hebben, om dat in alle eerlijkheid met elkaar te bespreken. Daar kun je van op aan. Oké, meneer Brink. Hartstikke bedankt voor uw bijdrage. Ik stel vast dat er verder geen vragen meer zijn. Dan wil ik mevrouw Tuin vragen om het woord te nemen. Het is de eerste keer dat ik dit doe. Ik ben Lidie Tuin, ik ben de directeur van de Wegwijzer in Schuinsloot. Geachte raadsleden, graag wil ik u namens de school en het dorp het een en ander toelichten bij het agendapunt Nieuwbouwbuisschool De Wegwijzer. Allereerst wil ik u mededelen dat we erg trots en blij zijn met dit voorstel. It takes a village to raise a child. Dit oude Afrikaanse gezegde geeft goed weer wat we hebben besproken in de aanloop naar de nieuwe school. Er is een dorp nodig om kinderen te laten groeien. Maar andersom ook. De leefbaarheid van een dorp wordt mede bepaald door goede faciliteiten. Zoals een school, een gymzaal en andere ruimte. Dus waarom niet één multifunctioneel gebouw? Een belangrijk deel is al aanwezig en nog in een redelijke goede staat. De school. Ouders, kinderopvang,
Maar ook sport- en vrije tijdsclubs en het welzijnswerk hebben elk een aandeel in het opvoedingsproces van kinderen. De hele leefomgeving is de leeromgeving van een kind. Dit willen we realiseren door zo thuisnabij mogelijk onderwijs aan te bieden en daarbij gebruikmakend van al de aanwezige voorzieningen die hier en daar gemoderniseerd kunnen worden. Door te verbinden en samen te werken met deze organisaties bevorderen we de brede ontwikkeling van kinderen. Ons doel hierbij is daarom ook een bruisend hart in ons dorp te creëren waarin de school het belangrijkste middelpunt is en daarbij openstaat voor buurtbewoners, zowel 's avonds als overdag. Een thuishaven waarin ontwikkeling centraal staat van 0 tot 100 jaar. Het dorp heeft dan ook een gebouw nodig dat flexibel kan worden ingezet voor de school, buurtzorg, voor de plaatselijke sportvereniging, voor het clubgebeuren, voor vergaderingen en natuurlijk in het weekend voor een klein feestje en andere activiteiten. Het wordt een gebouw voor leren, spelen, bewegen, ontmoeten, verbinden, vieren, creatieve en culturele activiteiten. Voor beheer en onderhoud gebouw en tuinen werken we op dit moment al samen met een onlangs gevestigde zorgboerderij en een aantal vrijwilligers. De bewoners van de zorgboerderij integreren op deze manier in het dorpsgebeuren en de school. De school beschikt over een grote buitenspeelruimte en deze ruimte is en blijft openbaar toegankelijk. Door multifunctioneel en compact te bouwen willen we bereiken dat de dorpsfuncties elkaar onderling gaan versterken. Bovendien is een multifunctioneel gebouw beter te beheren en te exploiteren dan een reeks aparte gebouwen. De omvang van de nieuwbouw is passend bij het leerlingenaantal. Op dit moment, op 1 oktober, is het leerlingenaantal 87 en over 15 jaar is dat in de prognoses geschat op 67. Vanwege de verbinding met de gymzaal en het dorpshuis, dat is aangekocht uit de middelen van de school, is de gebruikswaarde van de nieuwe school stukken groter dan de omvang doet vermoeden. Ook de verbetering van het gymlokaal, moderne kleedkamers, hogere isolatiewaarde en lager energieverbruik worden meegenomen in dit project. Een wens van burgemeester en wethouders is dat er duurzaam wordt gebouwd. Dit is tevens de wens van de school. Het liefst zelfvoorzienend, maar ook een lange levensduur is voor ons erg belangrijk. De school zet daarom uit eigen middelen een bedrag van 50 euro per vierkante meter in. Dit komt neer op een investering van ongeveer 27.000 euro. Plus de investering bij de aankoop van het dorpshuis. We hebben er dus zelf veel vertrouwen in en nemen hierin zelf ook verantwoordelijkheid. Samengevat, wij geloven dat de realisatie van een brede school in een multifunctioneel gebouw een stimulerende bijdrage kan leveren aan een brede, kansrijke ontwikkeling van kinderen in ons dorp. De brede school kan daarbij uitgroeien tot een plezierige en fijne ontmoetingsplek voor heel veel inwoners van Schuine Sloot. 1,7 miljoen euro is een bedrag dat aantoonbaar nodig is om dit alles te kunnen creëren en te kunnen voldoen aan het collegeprogramma van 2014 tot en met 2018. In hoofdstuk 2.2 staat daar iets over voorzieningen, kleinere kernen. Dat weet u zelf. Dank u wel. Dank u wel voor uw heldere bijdrage. Ik vraag me af of daar nog vragen over zijn in de raad. Meneer Rodemond, meneer Reiling en meneer Tocher. Dan begin ik nu bij meneer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Tuin, het was inderdaad ontzettend helder. Daarom heb ik ook niet een vraag om het een en ander te verduidelijken. Alleen, ja, u geeft het zelf al aan, de prognose voor het leerlingenaantal zit op ongeveer 67 over een x-aantal jaren. En daarmee is de vraag dus evident, zeker aan u, hoe levensvatbaar is een dergelijke school in een dergelijke kern. Ik gun het u als inwoner van Schuine Sloot van harte dat het blijft. En het is een supermooi plan, absoluut. Mijn complimenten daarvoor. Maar toch zie je toch een aantal leerlingen waarvan je denkt van ja, hoe krijgen we dit nog, hoe houden we dit in de benen, zeg maar. Ja, dat kan ik me voorstellen. Een
prognose is een prognose. Je zit in een dorp. In een dorp is de prognose moeilijker te bepalen dan wanneer je in de Marslanden zit. Dat is veel duidelijker. In een dorp heb je vaak pieken en dalen. En ik heb er vertrouwen in dat wij gewoon in stand kunnen houden. Daarbij is het binnen een bepaalde grens is er geen christelijke school. Dus dat kan ook nog meespelen van het behoud van het onderwijs in Schuinersloot. Het is een prognose. Hè? Het is niet aantoonbaar dat het zo zal zijn. Plus dat het gebouw, wanneer wij het klaar hebben, en stel dat we het niet in stand kunnen houden, gaat het hele gebouw naar de gemeente. Dat is eigenlijk zijn een van onze afspraken geweest. Dus wanneer wij eruit zouden gaan, dan blijft er een mooi gebouw over waar de gemeente, wat de gemeente kan exploiteren als die dat wil. Meneer Tochter. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb niet zozeer een vraag als even een reactie op uw inspraak. U begon met het Afrikaanse spreekwoord, it takes a village to raise a child. Ik zou hem eigenlijk wel om willen draaien. It takes children to raise a village. Dat heb ik ook gezegd, daarna. En in die zin is het heel belangrijk dat we denk ik ook die school in Schuinersloot, ook al gaan er niet zo heel veel kinderen naartoe, u geeft er ook aan, het belang wat de school heeft voor de maatschappij en ook voor het dorp Schuinersloot. En ik denk dat we dan ook nogmaals ook kunnen wijzen op die samenwerking die er is met plaatselijk belang, om het als gezamenlijk te pakken. En wat dat betreft hebben wij heel veel vertrouwen in dat u daar iets heel moois kunt gaan realiseren. Oké, okay, dank u wel. Meneer Rijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik vond het met de zenuwen nogal meevallen trouwens. Dank je. Als ik even snel berekend heb, gaat u 540 vierkante meter bijbouwen? Ja. Dan moet 530, geloof ik. Ik heb die 27.000 snel verdeeld door die 50. Dan kom ik op 540. Zo ongeveer, hè? Ja. Ja. Ik neem aan dat u ook een exploitatie opzet heeft gemaakt. En dat u ervan overtuigd bent dat u school en dorpshuis straks kunt exploiteren. Ja. Er draaien nu al heel veel dingen in het dorpshuis. En we hebben nog geen verliezen gedraaid, eigenlijk niet tot nu toe. Op dit moment begint het weer een beetje op te leven, omdat we natuurlijk ook met die nieuwbouw bezig zijn. Dus er wordt alweer van alles georganiseerd. Dagelijks is er een activiteit, 's avonds in het trefpunt, in de gymzaal. Dus eigenlijk, hij is dag en nacht bezet, zo kun je dat wel zeggen. Dus het levert genoeg op om dat in stand te houden. Ja, oké. Okay. En dan nog een aanvullende vraag. De oude school, die is van uw vereniging. Ja. Wat gaat daar straks mee gebeuren? Die gaat over ook naar de gemeente. Okay. Ja, dank u. Oké. Okay. Dank u voor die bijdrage. Dank u wel. Dan gaan we nu over naar de behandeling van dit punt. Zoals u ziet is het in vier onderdelen. Ik wil het graag per onderdeel behandelen. Dus dan beginnen we met 5a. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Meneer Rodemond, Reiling, Hoek, mevrouw Hof en meneer Dogger. Dan beginnen we bij meneer Dogger. Dank u wel, voorstel. Ja, ik moet nu even naar mijn eigen stukken kijken, want u gaat op uw voorstel is om alle onderwerpen afzonderlijk te doen. Dat heeft een praktische reden, omdat ze ook afzonderlijk besloten moeten worden, dus vandaar. Oké. Laat ik in eerste instantie beginnen met vanuit onze kant excuses aan te bieden voor de mensen op de publieke tribune, waarschijnlijk veel vertegenwoordigers van scholen. Maar die hebben toch wel erg lang moeten wachten voordat dit onderwerp nu hier in deze raadzaal voor bespreking voor ligt. Dat ligt niet aan u, dat ligt helemaal aan ons. Vandaar wat mij betreft onze excuses dat u zo lang moest wachten. Dan naar het voorstel prijsstrijding scholenbouw. Ja, het is een gegeven, het is net ook al gezegd, dat en de heer Brink voerde het ook heel nadrukkelijk aan, ook onderbouwd met allerlei onderzoeken die ook daar gaande zijn.
We kunnen er niet onderuit. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel goed, en die oproep zou ik ook richting de wethouder willen doen, om toch goed vinger aan de pols te houden hoe de ontwikkelingen nu verder gaan. En ook te zorgen dat ook het onderwijsplan, zoals wij dat hebben vastgesteld al in 2013, dat daar natuurlijk wel gewoon voortgang in moet blijven. En in die zin ook goed dat dit nu inzichtelijk wordt gemaakt en dat we daar toch ook mee doorgaan. En daar wou ik het eigenlijk bij laten als onze reactie op dit eerste onderdeel. Heel goed. Mevrouw Hof? Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk maar één vraag. Wij realiseren ons dat je bij het opstellen van een integraal huisvestingsplan ergens vanuit moet gaan. Maar kan de wethouder wat meer achtergrond geven bij de leerlingenprognoses? We raakten daar net na de inspraak van mevrouw Tuin ook wel even aan. In hoeverre zijn die betrouwbaar genoeg om het IHP erop te baseren? Ook in relatie tot wat er staat in het raadsvoorstel. Bijvoorbeeld de tijdelijke uitbreiding van de matrix op pagina 2. Mede door de woningbouwontwikkeling in de wijk Marslanden groeit het aantal leerlingen sneller dan verwacht. Dat kan natuurlijk ook de andere kant op. Dus de vraag is, hoe waardevol zijn de prognoses? Dank u wel. Van de Hoek. Dank u wel. Feitelijk komt onze opmerking op hetzelfde neer als de vraag die de ChristenUnie stelt, maar ook in aansluiting met de heer Dok van CDA. Het is een gegeven, dat zullen wij moeten accepteren. En onderwijs is gewoon even lang. En de nieuwbouw en de onderhoudswerkzaamheden zullen gewoon moeten gebeuren. Het is gewoon simpelweg onze verantwoordelijkheid. Maar ook wij hebben wel vragen over die prognoses. Prognoses voor zo'n lange periode, waarbij een fluctuatie te zien is van een daling en een stijging. En eigenlijk gemiddeld komen we overal wel ongeveer op hetzelfde weer uit als het meetpunt. Dus hoe zwaar weegt dat criterium dan mee, waar toch in dit stuk aan gerefereerd wordt op pagina 2 al. En wat betreft de andere scholen komen we straks. Oké, meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag die bij mij opkwam is van waarom is het IAP-perspectief maar tot 2021? Het lijkt net alsof die andere scholen nu buitenspel zijn gezet. Dat die na 2021 aan de beurt zijn. De vraag was welke school. Goed, ik kan me ook voorstellen dat je nu prognoses moet maken na 2021, dat dat moeilijk is. Maar ik zou voor het totaalbeeld toch wel graag het hele overzicht willen hebben. En dan de gewijzigde omstandigheden. Daar heb ik alle begrip voor. Alleen, wat ik niet snap, is dat bij de ene school een stijgingspercentage komt, bijvoorbeeld van de wegwijzer, van 113%. Prinses Irene 149%, Oud-Averees 163%. Daar zit een ongelooflijke fluctuatie in. En als de prijzen allemaal stijgen, dan moet mijn zin is, moeten alle prijzen gaan stijgen. Dus als ik die prognose van nu afzet tegen de prognose van 2 jaar geleden, dan zitten daar ongelooflijk veel fluctuaties in. En dat kan ik niet rijmen. Dus daar wil ik. Misschien ervaart u dit als een technische vraag, dan mag u hem ook als zodanig beschouwen. Dan wordt, en dat staat ook in het voorstel, van schoolbestuur een bijdrage gevraagd. In de voorstellen die straks komen, is dat niet inzichtelijk gemaakt. Ik vind het erg wel dat dat bijhoort. En dat zou ik voor eigenlijk alle, en ook voor de voorstellen die dadelijk komen, geef per voorstel aan hoe u tot dit bedrag bent gekomen. Want ik heb nou het gevoel, het mag best een tonnetje meer of een tonnetje minder zijn. In het voorstel aangeven wat het basisbedrag is, hoe u op die berekening bent gekomen, met elke volgende vierkante meter, de extra voorzieningen en de bijdragers van de eigen scholen. Dan hebben wij in ieder geval meer inzicht hoe u tot dit prijsniveau bent gekomen. Nou, dat waren de eerste vragen. Dank u wel, meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. De vraag is al eerder gesteld, maar dan met betrekking naar de aanleiding van de inspreker, de heer Brink, die het al had over dat de prijsstijging nog niet ten einde is en dat het de verwachting is dat hij nog verder gaat. Mijn vraag daarom is eigenlijk ook van, ja, we laten nu het plan lopen tot 2021. Hè? Meneer Reiling refereert daar ook aan. Is dat niet wat risicovol in deze, moeten we niet wat kortere termijnen gaan hanteren? Of natuurlijk zeggen van ja, we hebben nu dat budget, we hebben nu dat geld, laten we dat nu ook gaan uitgeven.
voordat we weer nieuwe risico's op onszelf gaan lopen afroepen. Oké, dank u wel. Dan wil ik de wethouder vragen om toch zijn best te doen om zo puntig mogelijk te reageren. Voor zover de onderwerp dat toelaat, uiteraard. Dank u wel. In eerste plaats dank voor uw inzet in deze eerste ronde. Want eigenlijk hoor ik in de breedte van, ja, we hebben met elkaar, na heel veel jaren met elkaar praten, wel een heel mooi IOP gemaakt. Minder, maar beter. Waarbij we de scholen na de komende 30, 40 jaar tillen. En waarbij we gewoon een goed samenspel van basisscholen in de hele gemeente neerzetten. Een deel door ze te renoveren en een aantal door nieuwbouw te doen, omdat de scholen gewoon versleten zijn. En dan is het misschien wel goed om nog even weer te herinneren aan dat je het ook heel verkeerd kan doen. Kijk naar de school in Lutte die nu net is afgebroken. Kijk naar de Wateringsschool, kijk naar de ARS en kijk naar de OBS in Baalder, die vier scholen. Dat zijn vier scholen eind jaren 70. Dat zijn dus vier revolutiescholen geweest. Toen moest je voor een bepaald budget, binnen bepaalde marges, moest je een school bouwen. En we hebben dus vier keer moeten constateren toen we er kwamen voor renovatie. Deze school valt gewoon niet meer te renoveren. De renovatie is gewoon duurder dan nieuwbouw. Dus je kan maar één ding doen met de school, dat is de bulldozer ervoor. Dat is wel doodzonde, na 40 jaar. Wat wij gewild hebben met ons IAP was van zorg nou dat je kwalitatief goede scholen neerzet, waar je echt nog weer een heel aantal jaren mee verder kan. Ik ben heel blij dat, en het risico is nu dat door die prijsstijging, ik zeg, deksel, het wordt wel een beetje duur, zullen we maar financieel gestuurd nu gaan doen. Dus knijpen, knijpen, knijpen en dan krijg je weer precieze scholen die we net hadden afgebroken. Dat wilden we voorkomen en dat staat ook eigenlijk in dit verhaal. En dat is ook de vraag die ik iedere keer van alle scholen krijg. Bewaar ons er nou voor dat we weer scholen krijgen zoals we ze hadden, want je loopt iedere keer achter de feiten aan. Nou, ik heb dat bij u niet gehoord. Ik heb juist veel begrip gehoord voor, ja, het is ook heel vervelend, het overkomt je. Je kan er niet zo gek veel aan doen, maar dat betekent wel dat we extra moeten investeren. En die investering laten we ook netjes zien in het vierjarenprogramma, wat u altijd bij de begroting ook krijgt. U krijgt straks de begroting 2018 en ook 19, 20, 21, 22, het vierjarenplan erachteraan. Daar hebben we ons nu ook even bij aangepast. Maar het volledige IAP, wat ons betreft, en dat mag u ook lezen uit het stuk, willen wij gewoon het IAP vasthouden. En dat betekent ook dat u elk jaar dat u verder komt, ook weer een jaar in de vierjaarstermijn erbij komt. Dat u iedere keer vier jaar verderop laten zien welke investeringen we hebben in allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld in het IAP. Dus een jaar verder, u krijgt er weer een jaarlag bij. Weer een jaar verder, u krijgt er weer een jaarlag bij, volgens het IAP zoals we hebben gedaan. Wat we wel doen, zeg ik er ook maar even bij, is op basis van de nieuwe prognose die net hagelnieuw is, dat we wel gezegd hebben, ook weer met de gezamenlijke schoolbesturen, we hebben de stip op de horizon. Even met deze prognose weer kijken van, staat de stip nu precies op de goede plek of moet hij hier en daar een beetje schuiven? In principe gaan we verder zoals we gaan, maar we gaan hem wel even weer fine-tunen. Nou, dat gaat de komende tijd samen met de scholen gebeuren. En als dat tot aanpassingen moet leiden, ziet u hem in de volgende begroting weer terug. Dat even over de grote lijn. De tweede is de lijn die we zeggen, we willen toch wel graag kwaliteit blijven doen. Het kan toch niet zo zijn dat als over twee jaar bijna energie-neutraal moeten bouwen, dat we nu zeggen, dan kunnen we er nog net even eentje doorjassen die dat niet is. Dat is niet de bedoeling, kost wel geld. En daar praten we ook met de scholen over. Nou, dan ben ik ook al bij de vraag van meneer Reiling. Die zegt, kun je het ietsje laten zien? Kijk, nieuwbouw, even heel simpel, daarvoor staan wij aan de lat. Zo is dat in Nederland geregeld. Dan heeft de school de nieuwbouw en dan staat de school aan de lat. En dan moet de school in principe ook maar voor zijn eigen renovatie enzovoort zorgen. Daar hebben we met elkaar in het IAP ook iets voor bedacht. Dat we gezegd hebben, ja, dat klopt. Als gewone renovatiedingen zijn, moet je het doen. Maar als je door een school nu heel slim, heel goed te renoveren, de levensduur nadrukkelijk kan verlengen, hebben wij gezegd, dan willen wij een stukje van die renovatie doen. En daar duidde de heer Brink net op toen hij zei van uitgesteld onderhoud. Kun je zo, behalve nieuwbouw gaan we ook een hele andere school renoveren. En daar hebben we afgesproken, wij doen een stukje en de school doet een stukje.
En dan kan de school weer een heel stuk verder. En dan verleng je de levensduur. En dan heb je toch weer een school waar je modern onderwijs kan geven. Want we hadden natuurlijk ook nog een aantal oude scholen. Waarvan je kan zeggen, dat zijn 8 klassen. Dat is een gang, dat is een wc en een kapstok. En dan heb je het ongeveer gehad. Daar kun je geen modern onderwijs meer in geven. Zo ging het vroeger. Nou, dat even als lijn. En dan zeggen de scholen, dat is de ene waar de scholen dan mee betalen. En de tweede is, ja, als we dan een duurzame school bouwen, hebben wij gezegd, ja, beste scholen, is leuk en aardig. Wij betalen voor de duurzaamheid en de opbrengsten gaan u toe. Wat gaat u doen? Nou, zowel de Waterink als Schuine Sloot hebben gezegd, dat vinden wij niet meer dan terecht. En wij gaan een bijdrage doen aan de vierkante meter prijs die voor de nieuwbouw. Want daar komt ook iets naar ons toe. Nou, dan moet je denken aan. Dus voor elke school maatwerk, hè, om dat even te doen. Je mag Schuine Sloot niet met de volledige nieuwbouw van de Watering vergelijken. Want dan ga je appels en peren pakken. Maar zo grofig zit dat zo rond de, wil ik best zeggen, rond de 50 euro in vierkante meter. Als bijdrage die ze gewoon doen voor de nieuwbouw. En daar ben ik zeer over te spreken. Dat de scholen ook die beweging hebben gemaakt. Tuurlijk hebben we daarover gediscussieerd. Maar ze hebben de beweging dan ook gemaakt. En daardoor, dat helpt ons om toch vast te houden van wij willen gewoon kwaliteit bouwen. Maar anders kun je beter, dan moet je wat minder doen of je moet er nog meer geld in doen. Maar zo denken wij dat wij het plan voort kunnen zetten. Dat is even het algemeen kader. Dan ga ik nu even naar de vragen voor zover ze nog niet impliciet al beantwoord zijn. Meneer Dogger, ja. Die heb ik eigenlijk gepakt. Op deze manier willen we toch het IRP proberen vast te houden. Maar we houden wel de vinger aan de pols, doen we nog steeds de goede dingen. En een van de dingen waar u aan kunt zien dat we bij nader inzien het wat anders willen doen als we een aantal jaren geleden dachten. Dat is nog net de Marslanden, maar daar kom ik straks even op terug. Mevrouw Hof vraagt naar de leerlingprognoses en mevrouw Van der Hoek ook. Ja, die prognoses wegen wel zwaar, want dit zijn nou de soort prognoses die wij landelijk hebben afgesproken. Dat doen we niet alleen in Hardenberg, maar dat is een soort landelijke methode waarbij we ook de nieuwste woningbouwcijfers enzovoort doen. Dat die nu weer zo laat kwam, was bijvoorbeeld dat wij zeiden wij willen de nieuwste cijfers over de uitbreiding van het aantal wonen in Marslanden willen we absoluut meegenomen hebben. Dus we willen nu de economische crisis weer een beetje voorbij is en de boel weer op gang komt, willen we echt kijken van wat gaat dat betekenen voor met name Marslanden. Want dat is best wel een onzekere. En ja, grofweg zeg je altijd, je pakt een prognose en je bouwt de school, of minimaal voor 40 jaar, maar je pakt de prognose van over 15 jaar als de maat waarvoor je bouwt. En dat kan zijn dat een school die slinkend is in het begin een beetje krap zit en dan wat meer ruimte krijgt. En dat kan zijn dat de school gaat groeien, dat je op een gegeven moment zegt nu. Of dat je dan vaak zegt van we bouwen hem zo dat we er later makkelijk wat aan kunnen bouwen. Om zo te zorgen dat je altijd ook niet alleen voor nu bouwt, maar ook voor de toekomst. Die leerlingenprognoses zijn dus best wel heel belangrijk. Dat is toch wel een beetje de basis waarop je bouwt, waarop je vierkante meters weggeeft. Maar dan kom je in een dorp als Schuine Sloot. Ja, daar zie je altijd in de loop van de generatie het platteland. Nou, dan vergrijst het weer een poosje en dan komt er weer een jongere generatie en dan groeit het weer een poosje en dan vergrijst het weer een poosje. Dat gaat wel een beetje dit doen. Nou, daar moet je proberen een beetje rekening mee te houden en dat probeer die prognose dus ook te doen. Maar veel belangrijker is dat mevrouw Tuin met haar personeel gewoon goed onderwijs gaat geven. Dat daar de school staat, die klinkt als een klok, want dan ga je zuigen. En maak je er een rommeltje van, ja. Dan ga je, dus die heb je er dus ook bij. En dan blijft het best wel een beetje lastig. Maar laten we gewoon zeggen, dit is een prognose die met heel veel dingen rekening houdt. Waar je zoveel mogelijk zekerheid krijgt om toch een basis te hebben waarop je kunt bouwen. En u merkt ook gewoon, u hebt niet verhalen nu gehoord van, hallo, die prognoses die kloppen niet en daar willen wij helemaal niet naar kijken. Mevrouw Tuin zegt wel, ik ga proberen de prognose te verslaan. Ik ga naar de vragen van de VVD. Tot 2021 heb ik u verantwoord. De verschillende passages van de stijging. Ja, het is wel maatwerk. En het betekent dus ook dat we even weer kijken naar de nieuwe cijfers van de leerlingprognose. Het betekent ook dat we even moeten kijken van welke maat hadden we genomen. De meeste scholen hebben we genomen van ooit de cijfers niet van het VNG, maar van de PO-raad samen met het VNG, die alle op een wat hoger niveau zaten. En daar hebben we nu een percentage weer opgezet.
Ik denk niet dat de percentages 130-140% zijn gestegen. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar dat weet ik wel zeker dat het niet zo is. Het zal wel 30-27% zijn in die orde van grootte. Maar dat maakt even niet uit. Je probeert dat zo goed mogelijk op maatwerk te doen. En ook hier zeg ik nog weer, even voorzichtig zijn. We hebben nu duidelijk op een hoger niveau ingezet. We hebben ergens die prijsstijging nog een keer voor 10% neergezet. Het zijn geen bedragen waar de school rechten aan kunnen ontlenen in die zin. Dat ze kunnen zeggen, ah, dat geld krijg ik dus. Nou kunnen er ook wel wat gouden tegeltjes in de school. Tegen de tijd dat de school aan de beurt is, gaan we zeggen, hoeveel leerlingen hebt u? Hoeveel vierkante meters mag u hebben? Dan hebben we daar die prijs voor. Dit doen we voor de duurzaamheid. Daar mag u op rekenen. En daar moet u verbouwen. En dan moet de school aantonen dat ze dat niet kunnen, willen ze meer geld hebben. Maar ze kunnen niet zeggen, hé, maar we kunnen nu weer wat goedkoper en dat geld stond en daar hebben we dus recht op. Zo hebben we er ook met de scholen afgesproken. Zo gaan de scholen er ook overigens mee om. Daar hebben we ook geen verschil van mening over. De bijdrage van de scholen. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Pak je leerlingenaantal over 15 jaar zo grofweg. En kijk naar de hoeveelheid vierkante meters die je hebt. Kijk naar het bedrag per vierkante meter, wat er ongeveer voor staat. En kijk even wat de school zelf doet. En dan nog een keer kom ik elke keer weer uit op, ja, zo simpel is die niet. Kijk naar Schuin en Sloot. Die zeggen, wij kopen zelf dat dorpscentrum en we bouwen onze scholen tegenaan. En ze komen met een vierkante meters keurig uit bij die 67 leerlingen of onderweg wat mag. Kijk naar de wateringsschool, waar de school zegt, wacht even, we laten de gymzaal er even buiten, want die doen wij wel even zelf. Dat onderhoud, dat is, hoort bij ons, dat doen we wel even zelf, dus laten we die er buiten. Ook niet van gemeente en milieu een stukje even doen. Dus het is elke keer precies maatwerk. En u mag er van ons vanuit gaan dat wij keurig kijken naar de regels die daarvoor zijn. En dat je zo dat maatwerk wil maken. Ja, en hoe diep wil je er dan precies in zitten? Ik denk dat de vraag helder is van, past die binnen de regels? Ja, hij past binnen de regels. U mag van mij aannemen dat op het moment dat hij niet binnen de regels past, dat wij gewoon zeggen, ho, stop. Nou moet hij eerst gaan passen. En die stop hebben we ook gemaakt bij de watering. We dachten, hey, dit is wel heel raar. Nou, dan kom je duidelijk uit, de watering was nog van de oude VNG-normen. Nou, dan zie je dat die grote sprong opmaken. Maar je ziet ook dat we nog een keer weer gekeken hebben, kan je hem iets compacter bouwen? Kan je toch nog een paar centen verdienen? Kun je misschien nog wat ruimte overlaten en nog weer wat grond teruggeven aan de gemeente? Nou, dat zit allemaal in de lijn. En ook daar zit je weer maatwerk te maken. Hetzelfde maatwerk, wat ook in Schuin en Sloot zit, waar ik die er dan toch even alvast bij mag pakken. Die zeggen, wij geven u de oude school terug, maar wij geven u ook nog, de vereniging heeft zelf nog grond, wij geven u ook een stuk grond terug, wat wij nu niet meer hoeven te hebben en waar u waarschijnlijk of de toegang tot de oude school voor als er iets anders in komt, beter kan maken. Of misschien nog wel in het lint een woning kan maken. Maar ook dat geld hebben we hier niet bij ingezet. Dan ben ik denk ik er doorheen. Ik hoor de wethouder zeggen dat, toen ging hij in op die forse prijsstijging voor de professor Wateringsschool, dat dat ook te maken had met dat bij de professor Wateringsschool nog uitgegaan werd van de VNG-norm. Die heel laag is, dat is hij vanavond eerder gezegd. Alleen in het IHP, wat ik nog eens even weer gelezen heb, staat nadrukkelijk in dat het IHP is opgesteld, niet volgens de VNG-normen, maar op het kwaliteitskader onderwijshuisvesting, primair onderwijs, wat hoger lag. Volgens mij was de watering, want we waren al een tijd mee bezig, en dan zit ik even naar de tribune te kijken naar Erik, hadden we die al eerder berekend samen met Grono en hadden we die al weggezet en hebben we later voor het IHP die normen nog aangepast en wij hoopten dat wij nog mee konden liften op het goedkoper bouwen. Ik durf wel te zeggen, als de watering tegelijk met Lutten was weggegaan, dan was hij voor het bedrag nog gebouwd ook. Want voor Lutten stonden de mensen nog in de rij. Zouden we alsjeblieft mee mogen doen? En nu belt me nooit meer iemand of die mee mag doen. Ja, maar dan maak ik de vraag even algemeen, als je het goed vindt, voorzitter. Het IAP is toch opgebouwd op basis van de normen die wij hebben, kwaliteitskader en niet de VNG-normen? Correct. We gaan uit van de normen van de PO-raad samen met de VNG. Het is overigens raar dat de VNG zijn eigen normen niet heeft aangepast, maar goed, dit daar gelaten. Ze hebben samen met de PO-raad hebben zij normen gemaakt die liggen hoger dan de VNG-normen. En we wisten al dat we voor die VNG-normen toch niet meer gingen bouwen. En die hebben we genomen en daar hebben we nu een percentage op gezet om ze weer bij te brengen tot nu. En ik hoop eerlijk gezegd dat ik niet over 2 jaar of iemand anders nog een keer terug moet komen te zeggen,
jongens, de prijsstijging is meer dan inflatie geweest, dus weer 20% bovenop. Dus in die zin zeg ik van, nu ballen. Oké, is er nog behoefte aan een tweede ronde? Ik mis wel de meneer Reiling, de beantwoording op mijn vraag in feite. En die ging dus over inderdaad precies dat laatste punt wat de wethouder aanraakt. Er wordt dus verwacht dat de prijsstijging nog doorzet. En mijn vraag daarbij was, we kijken nu wel door naar 2021. Ik weet waarom, dat is duidelijk. Maar daar zit dus een bepaald risico nog in volgens de bouwsector. En dus is de vraag, we behandelen nu wel, maar we behandelen nu wel met een enig risico met betrekking tot bijvoorbeeld de Marslanden. Ja, dat zit er wel in. Maar we hebben hem nu aangepast aan het forse gestegen prijsniveau nu. Elk jaar krijgt u de nieuwe doorrekeningen en we hopen dat we het hiermee kunnen doen. En zou het zo zijn dat die buitensporen weer gaat stijgen, dan moet nog een keer bij u terugkomen. En dan moet het college u vragen, wilt u nog steeds de belofte gestand doen om samen in een IRP verder te gaan, ook als het wat meer geld kost. U ziet nu ook in het stuk wat wij geleverd hebben, dat het op jaarbasis toch ons echt wel wat meer geld gaat kosten. En dat zult u straks in de begroting die u inmiddels hebt ontvangen, ziet u dat terug. Meneer Rijn, voorzitter, even bij dit punt blijven. Afvullende vraag. Ja, zeker. Het punt is, wat mij betreft, dat we hiermee een akkoord geven in een hoop dat, et cetera. Terwijl de bouwsector dus al zegt, hè, nogmaals, we verwachten nog verdere prijsstijgingen. Ja, de bouwsector, ik bedoel, wat verzinnen we niet hier te plaatsen. Dus, ja. Hè? En dat vind ik toch wat risicovolle onderneming in die zin. Kunt u niet een doorkijkje daarbij geven, bijvoorbeeld voor de volgende behandeling in de Raad, wat ongeveer een risico zou zijn, mocht de bouwsector dan maar gelijk hebben? Kunt u dat risico een beetje meer duiden voor mij? Voorzitter, mag ik daar even op inhaken? Want ik begrijp meneer Rodemond zijn moeite op zich wel. Alleen op het moment als we nu dit soort dingen moeten vaststellen, moet je ergens van uitgaan. En ik denk dat weinig dingen in het leven in graniet uitgehouwen zijn. Dus op basis van wat we nu weten, moeten we nu iets beslissen. Als het volgend jaar wijzigt, dan neem ik aan dat het college met een gewijzigd voorstel gaat komen. Op basis van waar de bouwsector dan mee komt. Ik neem ook aan dat als die bouwsector zegt, och, we denken dat we 20% goedkoper kunnen, dat het weer naar beneden wordt bijgesteld. Dat zou heel fijn zijn, voorzitter, als ik daarop mag reageren. Nee, maar is dat er inderdaad nu ook kennis is binnen de bouwsector over mogelijke prijsstijgingen in de toekomst, bijvoorbeeld over 2 jaar, die we zouden mee kunnen nemen in onze afweging nu. Het is dus inderdaad gewoon dat er is een gebrek aan huidige kennis op dat niveau. We hebben 1 element van informatie slechts mee te nemen nu. En mijn vraag is aan de wethouder, kunt u ons een doorkijkje geven van de kennis die nu bij de bouwsector heerst over mogelijke prijsstijgingen voor over 2 jaar? Mevrouw Van Doek. Voorzitter, mag ik misschien ook... Mevrouw Van Doek was eerst aan de beurt. Nou, kom ja, mee. Prima. Het is toch wel bijzonder om een D66 onderwijspartij te horen steggelen over iets waar we gewoon geen invloed op uitoefenen. Wij willen leefbare kernen. We willen graag dat onze leerlingen veilig zitten en duurzaam. Dat hebben we nodig, prognose of niet. Een aantal dingen moeten gewoon gebeuren. Dat is onze verantwoordelijkheid. Als dat betekent dat we tussentijds moeten schakelen, meneer Rodemond, dan moeten we dat doen. We hebben Lutten voor meer dan waar we voor begroot hebben 2 ton extra gegeven. Dat was niet... Wij hebben toen nee gezegd, want we zeiden toen al, er komen scholen. Alleen dit is iets waar de scholen niks aan kunnen doen. En wij moeten gewoon voldoen aan de verplichting die wij hebben met de onderwijsinstellingen die eraan toe zijn. Want de jeugd is de toekomst en je kan niet in een slecht pand goed onderwijs geven. Meneer Dogger. Voorzitter, ik begrijp absoluut niet wat de heer Rodemond met die extra cijfers wil. Want het is heel nadrukkelijk ook van de kant van de wethouder gezegd dat als een school daadwerkelijk gerenoveerd of opnieuw gebouwd moet worden, wordt op dat moment het budget beschikbaar gesteld wat daarvoor nodig is volgens onze normen. En dan nu met een dikke duim van de bouwsector kijken wat zou het kunnen gaan kosten de komende jaren. Ik begrijp niet wat u daarmee wilt, maar waarschijnlijk komt u weer met een voorstel bij de begroting om dit in elk geval aan te kondigen, maar op het laatste moment waarschijnlijk toch weer niet te doen. Gelet op de tijd wil ik toch verder met de beantwoording van de wethouder. Dan mag ik proberen, meneer Rodemond, nog een beetje gerust te stellen. We hebben de nieuwe PO-norm gedaan en volgens mij hebben we de 10% bovenop gezet vanwege zeg maar, de conjunctuur van wat er nu gebeurt. En we hebben tegen de scholen gezegd, met die 10% mag je dus niet rijk rekenen, want je hebt er geen recht op. Maar dit zijn eigenlijk de bedragen waar we op dit moment nu mee rekenen
Volgens mij hebben we het nu toch redelijk geanticipeerd. En nog een keer, als die blijft exploderen, dan komen we bij u terug. En meer zekerheid kan ik u niet geven, maar wel dat we met z'n allen gezegd hebben dat we de scholen zo belangrijk vinden dat we daar iets voor wilden doen. Voorzitter, ik wil mij alleen maar eventjes mijn dank uitspreken voor dit heldere en wat meer volwassen antwoord dan aan de overkant werd geuit. Goed, met deze toevoeging wil ik overgaan naar de vraag van meneer Reiling. U heeft nog een vraag of moet ik dat duiden? Anders wil ik overgaan of dit een bespreekstuk moet worden of een hamerstuk. Meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat ik na 10 minuten toch aan de beurt kom. Heerlijk. Ik wil nog even terugkomen op dit percentage. Dat wil ik morgen heel graag met meneer Hakkert even kort sluiten. Om te laten zien waar we het over gehad hebben. En de vraag die ik gesteld heb is van, in de voorstellen, u gaf nou een opspiegeling van wat er dus door de besturen zelf wordt gedaan. Dat vind ik in de voorstellen die we straks gaan behandelen niet terug. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg jammer. Want 1,5 jaar geleden zat Lutten hier op de tribune en toen waren we ontzettend bang voor precedentwerking. En dan denk ik van, nou, dan komt een soortgelijk voorstel van de andere scholen terug. Dus ik stel de vraag al nu voor de voorkomende twee. Kunt u die voorstellen daarop aanpassen en dat we dan ook inzichtelijk maken wat die besturen voor ons doen? Mag ik daar wat op zeggen? Mevrouw Hof. Het verhaal in Lutten was echt een totaal ander verhaal. We hebben nu te maken met prijsstijgingen in de markt. En in Lutten ging het om het aantal vierkante meters dat extra werd gebouwd. Er was nog iets met de gymzaal en er was een ontwikkeling naar een brede school. Het is een totaal onvergelijkbare situatie. En mag ik ter aanvulling dan nog even aangeven dat de VVD voorop liep om te zeggen, we hebben 250 man hier op de tribune zitten, we moeten dat nog even met elkaar kunnen fixen. En dit is echt niet eens met appelen met peren vergelijken, dit gaat echt helemaal nergens over. Mag ik het zo zeggen? We hebben hier met deze scholen, wij zeggen, volgens de normen is het goed. En ik hoor nu twee scholen zeggen, ja dat klopt, daar zijn we met elkaar over eens. En dit zijn de bedragen die daarbij horen. En we hebben bordje bij bordje gelegd en zo komen we eruit. En ik heb u uitgelegd dat op een eigen manier die beide scholen ons een keer fors in de buidel tasten. Om er hier uit te komen. Wat er bij Lutten gebeurde was, wat ons betreft had die discussie niet gehoeven. Maar wij kregen een discussie over of wij wel voldoende meters gaven. En toen kwam die discussie hier over tafel. En toen werden we in een discussie gedwongen van, ja maar kijk, hier heb je recht op en daar heb je niet recht op. En dit doe je zelf, want in Lutten is een grotere school gebouwd dan voor die meters zou kunnen. Dat mag allemaal, maar dan moet je hem wel zelf betalen. En daar moesten we uitkomen en dan moet je even heel diep gaan. Maar ik ben er niet trots op dat we hier in deze raad met de school op dat punt heel diep moeten gaan. Ik ben overigens wel trots op de school zoals die nu in Lutten staat, want we hebben net afgelopen week de opening gehad en die ziet er prachtig uit. Goed, wat gaan we met dit voorstel doen? Wordt het een bespreekstuk of wordt het een hamerstuk? Hamerstuk? Nou, daar ben ik het nog niet mee eens. U wilt eerst beraadslagen. Dus als wij het niet aangeven, dan wordt het een hamerstuk en anders geven we het aan. En wanneer geeft u dat aan? Voor volgende week dinsdag. Oké. Okay. Dan gaan we over naar 5b. De prijsstijging nieuwbouw professor Wateringschool. Wie wil daarover het woord voeren? Mevrouw Van Hoek. Mevrouw Van Hoek. Nou, volgens mij is alles net al gezegd. Dus dan gaan we over naar het volgende punt. Om gelijk te vragen of dit een hamerstuk kan worden of niet. Nee, ik heb eerder aangegeven dat het afzonderlijke onderwerpen zijn. Die ook afzonderlijk besloten moeten worden. Dus het kan best zijn dat er over een van de voorstellen dat daar anders gedacht wordt. Dus ik wil het toch op deze manier wel bespreken. Maar ik begrijp dat hier geen verdere vragen over zijn. Dan neem ik aan dat dit ook een hamerstuk kan worden. Dan gaan we. Ja, is dat correct? Oké. Okay. Dan gaan we naar 5c. Tijdelijke uitbreiding de matrix. Wie wil daar wat over zeggen? Mevrouw Hof, meneer Mulder en meneer Reijen. Meneer Mulder. Dank u wel, voorzitter. Vanuit de PvdA-fractie hebben we even twee vragen. Het gaat om de tijdelijke uitbreiding, dus nog niet zozeer over de toekomstplannen. We vroegen ons wel af, omdat het ook gaat om eventueel overloop vanuit Heemse, vanuit de gereformeerde school,
Wordt daar ook rekening gehouden met de uitbreiding dat er eventueel al overloopopvang mogelijk is? En het tweede is, als naar de toekomst gekeken wordt, in de plannen wordt ook wel rekening gehouden met de identiteit van straks mogelijk 3 scholen over 2 locaties. Oké, dank u wel. Dan meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Er wordt nu weer gekozen voor een noodoplossing. U geeft zelf aan dat de ontwikkeling van een leerlingenaantal voorzien was. Waarom dan zo'n dure noodmaatregel? Is het geen haalbare kaart om nu naar een structurele oplossing te kijken en dan misschien maar een jaar overbruggen? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, in maart 2016 hebben we vragen gesteld over de beheersvorm. Er werd aan gewerkt. Maar op dit moment, en zo staat het ook in het voorstel, blijft de gemeente exploitant in het hele verhaal. Er staat ook in dat de eigen bijdrage van de school, die gaat naar de gemeente. Maar als het te weinig is, ja, dan is het jammer, dan is het risico voor de gemeente. Creëert u op die manier niet een stukje rechtsongelijkheid ten opzichte van de andere scholen? En dan over de financiën. De bedoeling is dat het 5 jaar staat. En toch berekenen we de kapitaalslast op 7%. Nou ben ik misschien wel heel erg ouderwets, maar als iets 5 jaar moet staan, moet je het volgens mij ook in 5 jaar betalen. Daar wil ik graag een antwoord van u op. Mevrouw, en de laatste vraag is, met de uitbreiding, er is nu al redelijk veel ruis op de lijn wat halen en brengen betreft. Nou gaan we op het eigen terrein uitbreiden. Dan vergroten we die problematiek. Is de veiligheid, kunnen we die, voor zover we die kunnen garanderen, hebben we dat dan optimaal geprobeerd? Dus daar graag een antwoord op. Dan nu wel mevrouw Van Doek. De meeste vragen zijn gesteld, voorzitter, want dat zijn wel de zorgen die er zijn. Het is tijdelijk. Hoe doet dat dan nog? Wat wij niet goed begrijpen is dat er dan nu al gesproken wordt over een samenvoeging met de Doekenschool, wat een enorm grote school is in Heemse. Hebben we daar dan een ander probleem waar wij niet van op de hoogte zijn? En de verkeersveiligheid, daar hebben we vorige keer over gehad, uitvoerig hier in de Raad, over dat er geen drempels kunnen het halen en brengen. Hoe gaat u dat dan oplossen? Is daar ontsluitingsmogelijkheid überhaupt nodig? En als het nu dan tijdelijk is, even los van de lange termijn prognose voor de matrix op zichzelf. Waarom tijdelijk? Waarom gaan we nu iets doen? Ik begrijp de nood, maar is er niet een andere oplossing te bedenken totdat u zeker weet dat u aan een aantal voorwaarden voldoet in de toekomstige prognose die er is en de verkeersveiligheid die eraan vasthangt? Want goedkoop is soms ook duurkoop en misschien helpt dit uiteindelijk helemaal niet. Dank u wel. Meneer Jans. Ik wou ook graag nog een vraag stellen, voorzitter. Neem mij vooral niet kwalijk, mevrouw Hof, ik had u over het hoofd gezien. Geef niet. Ik heb 2 korte vragen. In het voorstel staat het proces van het realiseren van een oplossing van permanente aard zo spoedig mogelijk verder op te pakken. Ik zou graag willen weten of de wethouder kort kan aangeven wat dat proces concreet is. Want is dat niet gewoon uitbreiding of nieuwbouw? Uitbreiding op eigen terrein dan wel nieuwbouw, alleen nog niet precies duidelijk waar. Tenminste, dat heb ik uit de stukken opgemaakt. En wat zo spoedig mogelijk is, want als je tijdelijke voorzieningen voor 5 jaar neerzet, dan moet dat wel binnen die 5 jaar gelopen zijn. En ik lees onder andere in de stukken dat bijvoorbeeld zaken als procedures en vergunningen op een kritiek pad zouden komen te liggen. Dus het is wel zaak dat goed in de gaten houden. Meneer Jans. Dank u wel. Misschien is het goed om even de algemene lijn, want dan raken we hier ook een beetje aan. Kijk, van ouds hebben we, toen we begonnen in Marsland, gezegd, we bouwen de matrix en daar komen alle leerlingen. En als die vol is, dan bouwen we er gewoon bovenop en zetten we gewoon alle leerlingen daarin. Gaandeweg komt al het verhaal van, ja, maar halen en brengen geeft nu wel eens een beetje ruis. Als ik nu ga kijken naar de nieuwste prognoses, en die vond ik wel onthullend, moet ik zeggen, dan zouden we in 2022 al 240 leerlingen daar extra kunnen hebben in Marslanden. En rond 2032, als je de Marslanden kinderen van de Doekers er ook nog een keer bij zou rekenen, heb je het al wel over 400 kinderen. En toen wij die bedragen zaten en we zeiden van, kan dat eigenlijk wel?
Toen gingen we, kijk, we hebben ooit gezegd, dit is de IAP, nou, stip op de horizon. Er zal ongeveer zoveel geld moeten komen voor Marslanden. En dan ga je nu invullen en zeg je, maar wacht even. Hier hebben we een stip gezet die waarschijnlijk op de verkeerde plek ligt. Want, zoals we er nu tegenaan kijken, denken we als we zouden willen dat we de leerlingen niet eens allemaal in de matrix krijgen. Volgens de huidige norm bouwen bovenop de matrix geeft A, veel ruis in de school. Je moet in een bestaande school gaan bouwen. Maar B, je moet ook even kijken naar de nieuwste bouwnormen. Voldoet het gebouw met een aantal lagen en ook nog een extra laag erbovenop dan je gedacht had. Kan dat eigenlijk allemaal wel? Dus dan moet je heel veel gaan uitzoeken. En dan komt de vraag van, wil je eigenlijk wel zoveel leerlingen op één plek hebben? Gaat dat niet heel veel ruis geven? Zeker niet als het terrein eromheen helemaal volgebouwd is. En wij komen met de prognoses van nu, eigenlijk, je merkt in het stuk dat we nog een slag om de arm houden, want we zijn nog samen erover aan het kijken, maar dat we eigenlijk wel zeggen, dat gaat hem niet worden in een matrix. Dat gaat gewoon niet lukken, dat gaat gewoon niet passen. Ook al zou je hem helemaal volbouwen, tot zo hoog als je maar kan, dan nog zul je op enig moment op een andere plek de rest moeten doen. Dan kan je beter nu de conclusie trekken en zeggen van nou, dan gaan we niet boven de matrix bouwen, dan is duur bouwen, dan gaan we dat niet doen, dan gaan we het op een andere plek doen. Maar dat is wel nieuw denken ten opzichte van het moment waarop het IAP werd ingeleverd. En daar komt dan nog bij dat in het IAP toen werd gezegd van het zou wel mooi zijn als alle leerlingen uit Marslanden in de Marslanden kunnen blijven. U weet nu dat de leerlingen van de Oosthoek naar de Doekenschool gaan. En de Doekenschool heeft nu zo'n 320 leerlingen. Zo grofweg de helft komt uit Marslanden en de rest komt uit Heemse en omstreken. Dus als je dat wil doen, dan moet je die leerlingen daar ook een plek geven op een gegeven moment. En dan gaat het in ieder geval niet meer passen. Nou, daar hebben we gewoon tijd voor nodig om dat goed te bekijken. En we hebben gezegd, nou laten we dan de druk er nu afhalen door te zeggen, op het terrein zelf gaan we eerst een noodbouw doen voor 5 jaar. Dan kan de school weer verder. Dan lopen we niet vast dat we leerlingen uit de wijk moeten trekken. En dan hebben we die tijd om dat nieuwe plan te maken. En om het dan nog moeilijker te maken, want je zou ook kunnen zeggen, nou, als die doekers, die zit nu ongeveer ook vol. Als die vol is, dan ga je er toch daar ook gewoon bij bouwen. Dan ga je hem daar definitief maken, maar dan ga je er wel een hele grote school neerzetten. Maar dan kom je weer te lopen tegen het verhaal. In Heemse hebben we 3 scholen. En we hebben het IAP ook gezet. Ons ideaal is dat we op enig moment die 3 scholen op één plek krijgen. Nou, er is geen betere plek in Heemse te bedenken dan de plek van de Doekenschool, want daar heb je ruimte. En daar heb je ook ruimte. En als je daar de Marslander leerlingen uittrekt, dan heb je al heel veel ruimte gemaakt voor het langzamerhand, het kristalliseren van die 3 op 1 plek. Want er komt een moment dat daar in ieder geval ook de OBS leegvalt. En dat je die ook wil verplaatsen en dan op termijn ook de christelijke school. Om te proberen dat bij elkaar te doen. Dat is een van die punten. En dus hebben wij gezegd, maar dan zou je moeten proberen om die 2 bij elkaar te pakken. En niet nu en in Marsland een eerste verkeerde keuze te maken. En in Heemse een verkeerde keuze te maken. Wij willen nu even kijken of de stip op de goede plek ligt. En hoe we dat willen doen. En daar hebben we even deze tussenstap in nodig. Want volgend voorjaar hebben we al een probleem. Want dan rollen we de matrix ongeveer uit. Want dan kunnen we er niet meer in. Nou, en dan ga je vervolgens kijken, waar kan het dan? Nou, je kijkt dichtbij, maar je kijkt ook in Marslanden 2. In Marslanden 2 hebben we geen rekening gehouden met maatschappelijke bestemming voor een school. Dus die moet je die nog maken, moet je die nog invullen. Dichtbij heb je er ook geen rekening mee gehouden, zou je ook grond moeten kopen. Dan zit je aan een projectontwikkelaar vast. Nou, dan denkt u wel ongeveer te weten welke prijzen daar staan. Dus er zijn een paar wissels te nemen en die ruimte maak je nu, wat wij nu zeggen, het moet zo spoedig mogelijk is, ga je nou niet rijk rekenen. Wij moeten ons niet rijk rekenen van, nou, dan hebben we eerst die noodbouw, dan kunnen we nog wel even een tijdje, we hebben wel even rustig tijd om dat te doen. Want die ontwikkeling van leerlingen is op dit moment zo spectaculair, dat je zegt, wij moeten als je wieder weer gaat, nu wel doorontwikkelen met elkaar, hoe we dat willen doen en waar we dat willen doen. En zoals ik er nu tegenaan kijk, wordt dat een 2e vestiging elders in de Marslanden. Maar dat is het voorstel waarmee wij met de scholen gaan praten. En daar gaan we het dus even goed met elkaar over hebben. Hebben we het overigens ook al even over gehad. En ik denk dat de neuzen wel ongeveer die kant op gaan.
Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen? Ik hoor u praten over de Doekenschool en over de matrix. En dan heeft u het, ook in de matrix zitten nu twee scholen, ja, toch? En de groeiende school is dan de Marsweide. De Marsweide. En de kern blijft relatief gelijk. Dan kun je voor de Marsweide natuurlijk nu een noodbouw gaan doen. Heeft u al gesprekken met de kern of... Want hun aantal leerlingen nu komen overeen met de prognose van de verwachting waardoor de noodbouw moet komen. In hoeverre kunt u met de kern praten over dat zij dan uitwijken naar een andere onderkomen en een wisseling komt? En dan nog kan de Marsweide niet in de huidige bouw, dan zou je daar nog moeten bouwen. Ja, dit zijn dus dingen die we dus met elkaar nog moeten kijken. Je zou ook kunnen zeggen van nou, de kern zit nog steeds goed. Die blijft er ook wel goed zitten. Die zou er kunnen blijven. En de Marsweide moet op een gegeven moment twee scholen krijgen. En ergens bouw je de Marslanden kinderen van de Doekers zeg maar aan vast. En dan heb je het ook voor elkaar. Maar die discussie moeten we nog met elkaar voeren. Want ook dat moet je even kijken van... Waar kunnen we elkaar op vinden en wat is de meest slimme manier van bouwen? Kijk. We zitten dus nu nog aan de voorkant van die discussie van hoe moet het nu precies gaan in de Marslanden. En dan maken we ruimte met deze tijdelijke bouw. En we kunnen dus nu nog niet naar de definitieve bouw, want A, ik heb over een aantal maanden heb ik ruimte nodig. En B, ik kan nog niet ergens bouwen. Voorzitter, mag ik aanvullende vraag ook stellen? Meneer Doorn. De optie, zoals het tenminste bij mij binnenkomt, die u schetst, is dan zeg maar een tweede lokaal, een tweede school in Marslanden, Marslanden 2. Maar zou dat dan ook een brede school in die zin kunnen zijn dat daar ook meerdere schoolbesturen een school stichten? Dat hoeft natuurlijk niet één signatuurschool te zijn. Het kan er dus bijvoorbeeld ook meerdere signaturen zijn in Marslanden 2. Nou ja, bijvoorbeeld, net als in Bouwder, waar we op een moment zeggen van... we gaan de bouwen en dan komen er eerst twee scholen en op een gegeven moment bouwen de derde school er gewoon bij aan. Dat zou hier zou eerst de één kunnen zijn en dan komt de tweede erbij aan of je begint gelijk met twee. Dat moeten we even kijken, maar we zitten nu vooral te denken naar één plek waar ze gezamenlijk gaan bouwen. Ik hoor nog een tweede vraag als u me toestaat, voorzitter. De wethouder ging ook in op de prognoses. We hebben de prognoses gekregen. We hebben de oude prognoses nog van 2013, toen de IAP is vastgesteld. En toen maakte op een gegeven moment de wethouder opmerking dat er nu al een hele grote groep kinderen op de Doekenschool zit. Hij had op een gegeven moment over de helft van het aantal leerlingen wat daar nu naartoe gaat, dat uit Marsland afkomstig is. Dat zijn ook... cijfers die nu aansluiten bij de cijfers die we hebben gekregen. Als we dus nu de cijfers krijgen, de verwachte cijfers, zijn dat dan de cijfers voor de Doekenschool, inclusief de kinderen die nu uit Marslanden komen? Je zou die van de Doekenschool kunnen splitsen in leerlingen van Heemse en omstreken en leerlingen van Marslanden. Dat is feilloos te zien. Niet in het verzamelstaatje wat u nu hebt, maar in het hele rapport wat eronder zit. Ik denk dat je het hier en daar op wijkniveau zelfs wel kunt zien. Maar de ontwikkelingen die geschetst zijn in de tijd, naar 2037 toe, is dat dan zeg maar de autonome ontwikkeling van Heemse? Of zitten daar ook dan die ontwikkelingen van het Marslanden bij? Ik denk dat niet. Dat is met name de ontwikkeling van Marslanden, die we nu compleet naar Heemse brengen. En waarvan de scholen gezamenlijk, toen bij de vaststelling van het IRP, hebben gezegd, en die hebben u toen goedgekeurd, van wij zouden op termijn toch wel met z'n drieën samen in Marslanden kunnen zitten. En we hebben als gezamenlijke scholen gezegd van nou, dat zal waarschijnlijk wel kunnen, want dat geeft ons ook gelijk ruimte om op termijn de drie scholen bij elkaar te brengen in Heemse, op één plek. En of dat dan direct moet, of dat moeten we echt nog even kijken. Of dat je dat eerst met een stukje noodbouw of nog een keer een paar lokalen van een andere lege school gebruiken voor de Doekers doet om tijd te winnen, ja, daar ben ik nog even niet aan toe. Dat moeten we dus nu. Maar dat heeft wel alles te maken met het woordje zo spoedig mogelijk aan de gang. Want hier zit druk op dit dossier. Mevrouw van der Hoek. Nou, raak ik toch enigszins in een soort vraag. Dat ik denk van het is laat en toch wil ik een kritische vraag stellen. Toen de Marsweide werd gebouwd, de matrix kwam en de helft van de leerlingen op de Kastanjehof hier in het centrum in de Marslanden wonen en hier naartoe hebben we dus de matrix gebouwd. Later is de kern erbij gekomen. Toen wist u ook al dat een gedeelte van de kinderen uit de Marslanden op de Doekenschool zaten.
er is een keuze gemaakt door ouders, dan wel naar de mars, bij de christelijk, dan wel naar de doekenschool, ook christelijk te gaan, of naar een openbare school. Ik begrijp dat de Marswijde de leerlingen wil behouden. Maar als we nu gaan lappen in een situatie waarin de verkeersveiligheid discussies oplevert, zo komt het bij ons over, in interpretatie, dat is ook wel belangrijk. Is het dan denkbaar dat we tijdelijk geen leerlingen aannemen op de Marswijde, zodat we goed kunnen uitzoeken wat de juiste oplossing is? Want dit gaat over heel veel geld. Want als we het hebben over de andere locaties, nog groter, nog meer. En nu begint uw betoog met willen we eigenlijk wel zoveel leerlingen op zo'n plek? Dan komen wij direct, hoe is het dan met de veiligheid, de bereikbaarheid enzovoort gesteld. Past dat dan nog met de snelheid en de spoed die u heeft? Of kunnen we op een andere manier dit aanpakken? Want dit voelt naar de Kastanjehof, Marsweide enzovoort wel een herhaling van hetzelfde. Nee, de misvatting is hier dat de Doekenschool en de Marsweide dezelfde signatuur hebben. Dat is niet zo. De Marswijde. Ik weet heel goed dat ze niet dezelfde signatuur hebben, maar u wilt ze wel bij elkaar gaan voegen op een of andere manier. En dat snap ik niet. Maar dat doen we toch in Baalder ook. We hebben drie verschillende scholen, die brengen we samen onder één dak. En hier kan je dus ook twee scholen onder één dak brengen en toch twee scholen laten zijn. Net zo goed als je de kern en de Marswijde nu ook onder één dak hebt. En het zijn toch echt twee verschillende scholen. Maar de Groningen-groep kan toch nu tijdelijk in afwachting van een permanente oplossing vragen aan de Marswijde om leerlingen te verwijzen naar een andere school, zodat een andere oplossing... Maar waar wilt u de school dan zoeken? Dus alles zit vol? Elk gebouw, overal in Hardenberg? Maar ik heb u net verteld dat wij over 5 jaar al over 240 leerlingen hebben en dat zij al redelijk snel weer 4 groepen gaan vullen in de noodbouw binnen 5 jaar. Dus zo gemakkelijk is dat niet. Dus we moeten echt even hier iets doen. Goed, dit was die naar een afronding toe. Ja, ik heb de vraag, de algemene vraag en het algemene probleem wat hierachter zit. Dus dit is dus echt de herijking van de stip. Dit is zo'n voorbeeld dat we niet blind ons IAP volgen, maar hem iedere keer even actualiseren. Dan ga ik nog even kijken of er een paar vragen zijn blijven liggen. Meneer Mulder, ze gaan nu dus nog niet de leerlingen vanuit Heemse opvangen. Die noodbouw is echt voor de uitbreiding van de scholen die nu in de matrix zitten. En die opvolgen van Heemse is echt voor de lange termijn. Ik snapte niet helemaal bij de uitbreiding 3 scholen, 2 locaties. Dat zou inderdaad kunnen. En dan moet je even kijken hoe je dat precies gaat verdelen. Daar wou ik echt even met de scholen over in overleg. Hoe we dat precies zouden moeten doen. Ik heb meneer Reiling uitgelegd dat die noodoplossing echt even moet. De tijdelijke oplossing voor 5 jaar, dat het niet nu al structureel kan. De beheersvorm is nu eenmaal zo dat we vanwege het multifunctionele gebouw, waar onder andere 2 scholen in zitten, de matrix, er toen voor gekozen is om de gemeente het beheer te geven. Dan zou het een beetje raar zijn om dit stukje er nu uit te tillen. En te zeggen, nou laten we dan de gewone vragen om die hele beheersvergoeding aan ons te geven. En ja, je moet iets opschrijven bij het woordje risico, maar er staat ook achter, wij krijgen dan de complete vergoeding die ze ervoor krijgen. Nou, dat is voor een nieuwe noodbouw, die gaat naar ons toe. Ja, het zou kunnen zijn dat het niet genoeg is, maar er staat een zinnetje achter, wij gaan ervan uit dat het wel genoeg is. En het zal wel raar zijn dat dat helemaal niet zou gaan kloppen, omdat je daar een nieuwe noodbouw neerzet. Die schrijf je overigens niet in 5 jaar af, want ik hoop wel dat er over 5 jaar, en dan zit ik even naar de directeur van Groningen te kijken, ik hoop wel dat ze er zo goed op passen dat die over 5 jaar ook nog een beetje geld waard is en dat we hem dan nog weer kwijt zouden kunnen. En die ruis over het halen en het brengen, nou, we moeten die noodschool daar even, tijdelijke school, noodschool is ook, het is niet zo van, je zit onder een paraplu of zo. Het is een keurig nette school waar je echt 5 jaar prima kan zitten. Die moeten we even netjes neerzetten. Even zorgen dat het met de fietsers enzovoort goed komt. En wij anticiperen inderdaad ook op het halen en brengen. Door daar proberen ook in de omgeving even goed weg te zetten. We zijn daar bezig met wat plannetjes te maken. Hoe je dat halen en brengen dan netjes zou kunnen doen. Maar het is voor ons ook de reden om te zeggen, je moet je afvragen of je nog 400 leerlingen op die plek wil hebben. Of je dan niet je eigen chaos gaat creëren. En nu zoveel leerlingen komen,
dat het niet veel beter is om naar een andere plek te gaan. En u hebt in het eind van het stuk gezien dat we eigenlijk voor onszelf die conclusie al zo ongeveer hebben getrokken. Dan heb ik de vragen beantwoord. Oké, dank u. Zijn er naar aanleiding van deze beantwoording nog verdere vragen? Ik heb nog een aanvullende vraag, voorzitter. Meneer Dogger en mevrouw Van den Hoek. Meneer Dogger. Dank u wel, voorzitter. Ik heb hem even bewust opgespaard voor de tweede termijn, want hij sluit eigenlijk niet aan bij de matrix, maar sluit wel aan bij het IHP, want we hebben hier in feite een actualisatie van het IHP met betrekking tot Maslanden, Maslanden 2. Onze vraag gaat over de situatie in de Krim. Die staat ook in het IHP, maar die staat in het IHP geprognosticeerd voor 2023. En we zouden de wethouders willen vragen om daar nog eens even goed naar te kijken. Mede ook gelet op de ontwikkelingen die er in de Krim plaatsvinden rondom een multifunctioneel centrum. En dat zou toch jammer zijn dat je dat dus langs elkaar heen laat lopen. En in die zin zouden we ook eens willen kijken naar de actualisatie van het IHP met betrekking tot de Krim. Dit heeft met het onderwerp te maken, maar ik vind hem toch een beetje buiten de orde. Ik zou de wethouder willen verzoeken om die schriftelijk dan te beantwoorden met uw welbevinden. Ik zag hem knikken, dus volgens mij heeft hij al een antwoord voorhanden. Dus dan zou het nog sneller gaan. De wethouder geeft aan dat hij hem schriftelijk gaat beantwoorden. Dus... Oh, ik ga er naar kijken. Nou, dan heeft hij het antwoord al klaar. Prima. Ik dank de wethouder. Mevrouw Van den Hoek. Nou, alle kritische vragen, maar ook in het licht van het feit dat wij gezegd hebben dat goed onderwijs alleen ook kan in een adequaat pand. Begrijpen wij wel door de beantwoording in de discussie dat er wel een nijpende noodzaak is. Waarbij wij wel willen vragen aan de wethouder of die dan zo spoedig mogelijk op zoek wil gaan naar een goed plan, een goed stuk grond in Maslanden 2 met een uitgewerkt plan met de prognoses erbij, waarbij er niet noodgrepen moeten gebeuren. Ook dat brengt onrust. En dat u dan ook zo spoedig mogelijk met een plan komt die daar een goed alternatief is voor die 40 jaar waar u het steeds over heeft. En als u dat kunt toezeggen, dan kunnen wij instemmen met het voorstel. Ik zie de wethouder knikken, dus ik neem dat aan dat dat een ja is. En hij dan ook een termijn aangeven? Dat zullen we de wethouder vragen. Nou, eigenlijk is het heel simpel. Ik zit binnenkort met de scholen om tafel om richting te bepalen. En hij moet klaar zijn op het moment dat de scholen die nu in de matrix zitten weer uit hun gebouwen puilen. Met andere woorden, op het moment dat de matrix vol zit en de noodbouw zit vol, dan moet een nieuwe klaar zijn, zodat je precies aansluitend naar het volg kan gaan. En voor die tijd zijn we hier al een keer weer geweest. En u ziet ook dat wij in het meerjarenperspectief, dat is nieuw, al geld opgenomen hebben voor een forse uitbreiding in de Marslanden. Dat is een aanpassing ten opzichte van het plan zoals die een tijdje geleden bij u geweest is. Meneer Reiling? Ja, dank u wel. Ja, misschien ben ik wel weer kritisch geweest over de financiën, maar de nut en noodzaak, dat heb ik natuurlijk helemaal niet ter discussie gesteld. Alleen het enige gevoel wat mij een beetje bekruipt in de beantwoording van de wethouder is van, ja, we kiezen wel echt voor een noodoplossing, maar ik ben er eigenlijk zelf ook niet zo heel erg blij mee. En ik wist er nog out of the box te denken en dan kijk ik ook naar meneer Brink, alle problematiek die we nu besproken hebben op een andere manier op te lossen is. Ik ben juist heel blij met, wat je noodoplossing, met de tijdelijke lokalen die we hier even neer kunnen zetten, want nu hebben we even ruimte en tijd om even out of the box te denken, om heel wat anders te doen dan we anderhalf jaar geleden nog dachten. Dus ik vind dit juist een vorm van out of the box denken, want de uitkomst zal waarschijnlijk heel anders zijn dan we met z'n allen 5 jaar geleden dachten. Prima. Daarmee is deze tweede ronde ook afgesloten. Wordt dit een hamerstuk of een bespreekstuk? Een bespreekstuk nog onder voorwaarden of sowieso een bespreekstuk? Een bespreekstuk. Oké. Dan gaan we over tot de nieuwbouw van de basisschool Wegwijzer te Schuine Sloot. Wie wil daar wat over zeggen? Mevrouw Hof.
Het is ook niet een vraag, voorzitter, maar een opmerking, ook naar aanleiding van de inspraak van mevrouw Tuin zojuist, dat de ChristenUnie graag de school wil complimenteren met het mooie plan, ook de integrale aanpak, om daar diverse functies bij elkaar te zetten. Waardoor die school en alles wat er omheen staat een optimale invulling krijgt. Wat niet alleen de school, maar het hele dorp ten goede komt. Maar dat kwam ook uitstekend in haar verhaal naar voren. Dus compliment erin. Oké, dank u, meneer Reiling. Ja, bedankt mevrouw Hof dat u het gras voor mijn voet heeft weggemaaid. Maar liever zo dan andersom. Ik ben het helemaal mee eens. In de inspraak van mevrouw Tuin zijn een aantal vragen die ik op papier had gezet beantwoord. En wat mij betreft mag het een hamerstuk worden. Nou, u maait dan het gras voor mijn voeten weg. En volgens mij is het geen verrassing dat dit ook een hamerstuk mag zijn. Voorzitter, graag een hamerstuk, maar ik zou nog graag een beroep op mevrouw Van den Hoek willen doen met het vorige agendastuk. Want we hebben vanavond heel nadrukkelijk vastgesteld dat we nu snelheid moeten maken, want anders gaan de prijzen nog verder omhoog. En waarschijnlijk kunnen we met een hamerslag misschien toch iets sneller acteren als nog weer met een bespreking. En dat kan misschien nog weer geld kosten. Nou, dat is een aardige aansporing voor mevrouw Van der Hoek. Laat ik het dan zo doen. Ik ga het met mijn fractie bespreken, want ik zit hier niet alleen. En ik kom voor volgende week dinsdag bij u terug. En zal ik het de griffie laten weten. Goed zo. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit agendapunt, de rondvraag. Wie heeft daar nog wat voor de rondvraag? Wie durft? Oké. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze mooie avond. Ik wens u allemaal wel thuis. Dag.